Goedenavond allemaal. Welkom hier in de Bali in Amsterdam. En ook een welkom voor de mensen die met ons meekijken via de live verbinding. Mochten er bezwaren bij de aanwezigen in de zaal zijn, vooral niet opstaan, wordt u ook niet gefilmd. Ik ga u om te beginnen voorstellen aan ons panel die gaat praten over als een burgemeester in oorlogstijd. We beginnen met Gerdy Verbeet hier in het midden, voorzitter van het comité 4 en 5 mei, mede-organisator van deze avond. Hoef u nauwelijks te introduceren, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Heeft ook een prachtig boek geschreven, Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter, over het openbaar bestuur en hoe we in deze tijden daarmee om moeten gaan. En u bent daarnaast ook nog werkzaam voor allerlei andere groepen, toezichthoudersrollen. Nou, ga zo maar door. Een echte bestuurder in hart en nieren. Naast u zit Jos Wiene. We kennen hem als burgemeester van Katwijk, maar is inmiddels burgemeester van Haarlem sinds 2016. Ook in het nieuws geweest als woordvoerder vanuit de VNG rondom het dossier van asielzoekers. Met name mensen die in de bed, bad en brood discussie terecht waren gekomen. Daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben. Ook aan u welkom. Peter Romeijn, die zit aan de andere kant van mevrouw Verbeet. Van origine historicus, gepromoveerd. Tegenwoordig ook hoogleraar part-time aan de Universiteit van Amsterdam. Maar bovenal hoofdonderzoeker bij het NIOT. Veel onderzoek gedaan naar de situatie in en om de Tweede Wereldoorlog. Ook specifiek gevraagd onderzoek gedaan naar de casus Srebrenica. En daar gaan we ook zo meteen over praten. De heer Remkes, u behoeft ook nauwelijks introductie. U bent sinds 2010 commissaris van de Koning in Noord-Holland. Ook mede-afzender-organisator van deze avond. Daarvoor verschillende functies bekleed. Kamerlid. In de periode van Srebrenica was u kamerlid voor de VVD. Staatssecretaris, minister. En ook een voorzitterrol bij de staatscommissie van het parlementair stelsel, wat u heeft geëvalueerd, aanbevelingen heeft gedaan. Kortom, ook iemand die we dan een bestuurlijk zwaargewicht noemen. We gaan beginnen, dames en heren, met een introductie van Maurice Adams. En daarna gaan we in gesprek met het panel aan de hand van drie casussen over wat we nu vandaag de dag zouden kunnen zeggen. Ja, ben je dan een soort van burgemeester in oorlogstijd als bestuurder? Hoe moet je daarmee omgaan? Is het kiezen tussen kwaden en wat kunnen we daarvan leren? En niet alleen maar op een hoogwaardig niveau, als bestuurlijke afwegingen die moeten worden gemaakt, maar ook wat het met jezelf doet als persoon, als bestuurder. Hoe je daar dan vervolgens in moet wikken en wegen. En niemand beter dan Maurice Adams die kan dat thema voor ons introduceren. Hij is ook bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, maar bovenal aan de Universiteit van Tilburg hoogleraar, mede mogelijk gemaakt zijn hoogleraarschap door het V-fonds, een ideeel fonds die dat mee ondersteunt. Ook part-time hoogleraar aan de Universiteit van Leuven. Promoveerde daar ook aan de Universiteit van Leuven over de precedentwerking van rechterlijke uitspraken. En u heeft een grote onderzoeksinteresse op het gebied van bestuurlijke verantwoordelijkheid en verantwoording. En ik zou u willen vragen ons de komende 15 minuten te introduceren op dit gevoelige thema. Maurice Adams. Dankjewel voor deze introductie. De burgemeester van de gemeente waar ik zelf woonachtig ben, ik verzin het niet, het is heus waar, die besloot kort voor de kerstdagen van 2016 een aantal bewoners van het plaatselijke asielzoekerscentrum voor een periode van 2 weken een zogenaamd gebiedsverbod op te leggen. Nou, het kwam er feitelijk op neer dat er 26 asielzoekers zich gedurende die periode alleen nog maar op het terrein van het asielzoekerscentrum mochten begeven. Kregen wel een uurtje per dag vrij af, dan konden ze wat boodschappen doen en eventueel een bezoek brengen aan de huisarts. In de weken voorafgaand aan die maatregel veroorzaakte de betreffende asielzoekers nogal wat overlast. En u moet dan denken aan diefstal, aan vechtpartijen, aan zakkenrollerij en ook intimidatie. Er was een casus waar een vrouw door een van die asielzoekers in het gezicht werd gespuugd. Dat werd gefilmd en vervolgens op internet geplaatst. Nou, we noemen dat meestal kleine criminaliteit. Zelf houd ik eigenlijk niet zo van die term, omdat het om gedragingen gaat die enorm kunnen ingrijpen in het leven van de slachtoffers ervan. En dat vond ook de burgemeester. Want volgens hem was de nood onaanvaardbaar hoog. En hij voelde zich verplicht tegenover zijn burgers. En dit probleem moest daarom nu worden opgelost en niet morgen. Ik citeer de burgemeester. Mensen snakken naar bestuurders die hun buurten belangrijker vinden dan het plus. Het is toch zot dat er zoveel media-aandacht is voor een burgemeester die zegt, hou op met praten en doe eens wat. Ja, een beetje rechtsstatelijk geïnteresseerd persoon die schuifelt bij dit verhaal al snel wat ongemakkelijk heen en weer en die denkt, hé, wacht eens even,
Zo'n gebiedsverbod in de vorm van een huisarrest, dat wordt toch al sinds jaar en dag begrepen als een vorm van vrijheidsontneming? Noemen we ook wel eens gevangenisstraf? En leert onze grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet dat een rechter daarover moet beslissen en niet de burgemeester? Dat klopt. En daar is die burgemeester ook op gewezen. Ik citeer hem opnieuw. We kleuren juridisch een beetje buiten de lijntjes. Dat was zijn nadere commentaar. Nu kwam die casus vrij prominent in het nieuws en de burgemeester mocht onder meer aanschuiven bij Eva Jinek. Die maakte het hem niet erg moeilijk. En het viel me op dat hij nogal wat schouderklopjes van collega's en burgers kreeg. Nog een citaatje. Ik word in Den Haag niet met de nek aangekeken en ook in burgemeestersland ben ik geen zwart schaap. Er is meer tussen hemel en aarde dan regels en wetten. Je hebt ook moraliteit en humaniteit. En met dat laatste verwees hij ook naar het feit dat hij eerder een illegaal in dit land verblijvend gezin persoonlijk aan onderdak had geholpen. Ook daar vond hij de regels te knellend. En ook dat was een kwestie van moraliteit en humaniteit. En dan was er natuurlijk ook nog Sally Yates. Wie was dat? Sally Yates was kort na de inauguratie van Donald Trump de US Attorney General, dat is de lokale minister van Justitie. Dat wil zeggen, zij was Attorney General, minister, voor zolang de Amerikaanse Senaat de voordracht door Trump voor dit ministerschap, dat was meneer Jeff Sessions, nog niet had bevestigd. Dus het ging echt om een tijdelijke benoeming van mevrouw Yates. Ze trad op 20 januari van dit jaar in dienst en kort daarna kwam president Trump met zijn decreet dat een volledig inreisverbod behelsde voor reizigers uit 7 islamitische landen. Een verbod of een decreet dat leidde tot een groot aantal rechtszaken. En wat deed mevrouw Yates? Nou, door middel van een korte maar krachtige brief gaf ze de opdracht aan haar staf, was een interne brief, gaf ze de opdracht aan haar staf om het decreet niet namens de overheid te verdedigen tegenover de Amerikaanse rechtbanken. Dat is een taak die normaal gezien wel degelijk door dat ministerie van Justitie moet worden uitgeoefend. Maar dit decreet was overduidelijk onwettig, discriminerend en daar was eigenlijk iedere deskundige links en rechts van het politieke spectrum het over eens. Bovendien, er was geen enkele overheidsdienst over geconsulteerd zoals wel degelijk gebruikelijk was. Wat schreef mevrouw Yates in haar brief? Ik citeer ook haar in het Engels. As the acting attorney general, it is my responsibility to ensure that the position of the Department of Justice is not only legally defensible, but is informed by our best view of what the law is after consideration of all the facts. In addition, I'm responsible for ensuring that the positions we take in court remain consistent with this institution's solemn obligations to always seek justice and stand for what is right. To always seek justice and stand for what is right. Dat was 30 januari dat ze die brief verstuurde. En de dag dat ze het standpunt bekendmaken binnen het departement werd ze, het was niet heel onverwacht denk ik, ook ontslagen. Beide gevallen vertonen stevige overeenkomsten. Zowel de burgemeester als de Attorney General Yates die blijken bereid om onder meer morele argumenten in te roepen om verzet te plegen. Maar er zijn natuurlijk ook significante verschillen. Yates pleegde verzet tegen een overheid die zich fundamenteel discriminerend opstelde. Dus willens en wetens fundamentele normen wilde overtreden die een integraal onderdeel uitmaken van de Amerikaanse, maar ook Europese rechtsstaat. Yates sprak de overheid zelf aan op onwettelijk, in dit geval onconstitutioneel handelen. De burgemeester die voelde vooral ook de behoefte zich als daadkrachtig bestuurder te manifesteren. En daarbij wilde hij de bestaande regels slechts serieus nemen blijkbaar in de mate dat ze hem uitkomen. Dus de burgemeester handelde zoals hij deed omdat bestaande fundamentele rechten hem niet aanstonden. En wat deed die burgemeester daardoor volgens mij? Nou, hij stelde zich op als een soort van ethische opperrechter. Terwijl wat mij betreft uitgangspunt van analyse eigenlijk niet zou moeten zijn of hij een bepaalde zaak al dan niet goedkeurt, maar wel of de spelregels werden gevolgd. Het gedrag van de burgemeester leidt denk ik tot beleid dat afhankelijk is van het gezonde verstand, ik zet het even tussen aanhalingstekens, van een willekeurige burgemeester. Willekeurig beleid dus. In de Volkskrant van dit weekend wordt geconstateerd dat burgemeesters in een spagaat zitten. Beleidsmatig mogen ze eigenlijk niet zoveel, zegt de Volkskrant.
maar ze worden wel voor heel veel van wat misgaat verantwoordelijk gehouden. Steeds vaker zelfs. En dat zijn moeilijke situaties. Laat duidelijk zijn dat ik hen niet benijd. Het resultaat is dat burgemeesters vaak forse middelen inzetten, zoals noodverordeningen, om risico's te vermijden. En wat mijn burgemeester betreft durf ik de stelling wel aan dat hij wat al te driest te werk is gegaan. De volgende keer dat hij aan zijn burgers vraagt zich aan het recht te houden, zullen die zich misschien wel achter de oren krabben en zich afvragen, waarom zou ik het gezag van deze man aanvaarden? Mijn punt is, wanneer in een democratische rechtsstaat die naam waardig, en wat mij betreft is er in Nederland tot na de orde wel degelijk sprake van een democratische rechtsstaat, hè, een democratische rechtsstaat die naam waardig, wanneer morele verontwaardiging de plaats van het recht inneemt, nemen we plaats op een glijbaan met groene zeep. Wanneer je fundamentele rechten als een sta in de weg vreemd, zeker in die gevallen die brede sympathie opwekken, de burgemeester had dat, moeten we heel alert worden. En mijn burgemeester heeft denk ik op een glibberige glijbaan plaatsgenomen. En uiteindelijk heeft hij zijn burgemeesters daarmee weinig houvast te bieden. Misschien woont daarom de echte held wel in Gilserijen. Gilserijen, dat is een plaatsje in Noord-Brabant. En mochten er vroeger geen straaljagers staan gestationeerd, dan hadden weinigen er ooit van gehoord. Maar wat de meesten niet weten, is dat die gemeente ook een van de grootste asielzoekerscentra van dit land herbergt. En dat de burgemeester daar er werd geconfronteerd met gelijkaardige problematiek als die in mijn gemeente. Hij stond met beide benen op de grond, de pers werd niet gezocht. Ik citeer hem. Aan alle bewoners is dringend geadviseerd om niet naar het dorp te gaan. Het COA was met veel extra personeel aanwezig en die aanpak heeft gewerkt. De grote vraag voor mij is, waar eindigt de incidentele inbreuk die we ter discussie moeten stellen via de reguliere kanalen van vrije meningsuiting, kritiek en protest, dat wat ik nu ook doe. En waar begint de structurele, systemische schending van mensenrechten en het koeieneren van mensen die een ander type van verzet zou kunnen rechtvaardigen? Een groot interview of een groot stuk van Arnon Groenberg dit weekend in de NRC wordt dat eigenlijk ook als thema geagendeerd. Eigenlijk is de casus Yates wat mij betreft dan ook veel interessanter dan die van mijn burgemeester. Want vanzelfsprekend was haar handelen ook niet. Waarom heeft ze er niet voor gekozen rechterlijke macht te laten doen wat volgens haar zo vanzelfsprekend leek? Zij zei, dit decreet is volstrekt onwettig en onconstitutioneel. Wel, rechters kunnen dat constateren en hebben dat ook gedaan. Massaal zelfs. Waarom trad ze niet af? Ja, als de zaak echt uit de klauwen loopt, zou de volgende stelling evengoed verdedigbaar kunnen zijn, denk ik. Yates wist heel goed dat haar aanwezigheid op het ministerie hoe dan ook nog maar een paar dagen zou duren. Ze had een tijdelijke benoeming. En ze wist ook dat de regering Trump in het geheel niet geboeid was door de vraag of zijn decreet juridisch door de beugel kon. En of het ook maar enigszins gehandhaafd kon worden, wat niet kon. Het was een kwaadaardige maatregel voor de bühne, een politiek statement vooral. Iemand zoals Sally Yates, die in een dergelijke situatie de publieke ruimte opzoekt en daarmee het debat aanwakkert, op de wijze waarop ze dat heeft gedaan, verdient een pluim. Het was denk ik het enige nuttige wat ze nog kan doen. Dank je wel. Maryse Adams, dank je wel. Wat wij wilden doen is met een drietal casussen verder ingaan op het thema burgemeester in oorlogstijd, rechtschapen of bestuurlijk ongehoorzaam. Nou ja, het hoeft natuurlijk geen betoog. U kent dat heel goed uit de situatie van de Tweede Wereldoorlog. Burgemeesters in oorlogstijd die moesten kiezen tussen kwaden, aanblijven of je uiteindelijk laten vervangen door veelal een NSB-burgemeester. En dan was toch de gedachte, ik blijf, want dan kan ik erger voorkomen. En we vertalen dat vanavond naar een aantal casussen uit het nu. In hoeverre is nu de bestuurder ook in een soortgelijke situatie? En ik denk dat Maryse Adams een aantal goede voorbeelden heeft gegeven die dat zouden kunnen illustreren. Maar om daar toch maar meteen even op door te gaan. Peter Romeijn, jij reflecteert in jouw prachtige essay die jullie allemaal op de stoel hebben gevonden, mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en het 4 en 5 mei-comité, aan exact dezelfde casus van die burgemeester. En jij trekt een hele andere conclusie. Ja, en toen ging het onweer. Ik weet niet of ik een andere conclusie trek. Ik heb het in een ander verband gebracht. Ik denk dat
Wat mijn essay gaat eigenlijk over bestuurders in een niet-democratische rechtsstaat. In een situatie waarin de democratische rechtsstaat langzamerhand wegzinkt in het moeras van autoritair bestuur en uiteindelijk de nek wordt omgedraaid. En mijn pleidooi daarvoor is, wat kunnen we daaruit leren? Dat het belangrijk is om in ieder geval de keuzes goed te doordenken die je moet maken in een moeilijke situatie. En in de tweede plaats publiek te delen wat je overwegingen zijn. En ik denk dat voor mij was dat een reden om het recente voorbeeld van burgemeester Heijmans aan te halen. Omdat wat je er ook van vindt, hij deelde het. Hij maakte het publiek en hij... heeft daar ook kritiek over zich uitgeroepen. En ik denk dat dat heel essentieel is. Ja, dus je zegt het is wel belangrijk dat een bestuurder daarin af en toe ook het publieke debat juist opzoekt. Op die manier ook misschien wel verantwoording op een bepaalde manier aflegt. Je hebt dat ook aan het eind van jouw essay in de vorm van 6 verschillende aanbevelingen verwoord. Hele mooie. Misschien is het toch goed om die eventjes te noemen voordat we onze casus ingaan. Er bestaat een individuele verantwoordelijkheid voor de functie die men uitoefent. Deze is van een meer universele orde dan de vraag of men zijn taak naar genoegen van de leidinggevende of van het publiek bekleedt. Dat is een hele mooie. Dilemma's bestaan, maar om ermee om te kunnen gaan is het belangrijk zo helder mogelijk te onderscheiden wat de kern ervan uitmaakt. Welke onmogelijke keuzes staan tegenover elkaar? En bedenk dan niet alleen welke winst een bepaalde keuze oplevert, maar ook wat er wordt ingeleverd. Zoeken naar het geringste kwaad is alleen te rechtvaardigen, dat is de derde, als men zich ook een voorstelling van het ergste kwaad wil maken. Ook een hele scherpe. Vergeet uw beroepsethiek niet. Juist als vanaf bovenaf besluiten worden opgelegd die de rechtsstaat, de burgerrechten of de mensenrechten kunnen schenden, is het van groot belang om keuzes te toetsen aan de geschreven en de ongeschreven principes en regels van de professie. En dat is misschien ook wel het voorbeeld uit Amerika wat we net hoorden. En wees bereid om op te komen voor burgerschap en humaniteit en zorg daarin ook niet alleen te staan. Dus zorg ervoor dat je je ambtelijke en bestuurlijke kring ook verbreedt en ga op zoek naar gemeenschappelijke strategieën. En indien, dat is de laatste, mogelijk ook publiekelijk je dilemma's aan het licht brengen om te voorkomen dat het openbaar bestuur een gesloten stelsel wordt. Nou, dat is inderdaad dit voorbeeld. Misschien heeft deze burgemeester er op die manier voor gekozen om de discussie op te zoeken. Maar de kritiek was zojuist ook van ja, het is misschien ook wel heel erg ingegeven om een soort van sheriff te willen zijn. Te laten zien, ik durf hier bestuurlijk te handelen. En dat is misschien ook wel iets wat in het stuk in de Volkskrant ook al even genoemd, als een dilemma wordt genoemd, Jos Wiene, dat de burgemeester steeds vaker een soort sheriffrol krijgt toebedeeld. Ja. Overigens niet alleen omdat mensen hem aanspreken, maar ook omdat in wetgeving in toenemende mate gekeken wordt van wat is een bestuurlijk verantwoordelijke die we deze verantwoordelijkheid kunnen geven. Er zijn een aantal bevoegdheden bij burgemeesters terechtgekomen waarvan sommige collega's zeggen, ja, ik weet niet of ik daar zo blij mee moet zijn, want ja, dan kom ik ook voor de dilemma's te staan. Ga ik die gebruiken? Of doe ik het niet? Bijvoorbeeld, laat ik er eentje noemen waar nu in mijn gemeente wat discussie over is. Van je kunt een huis waar sprake is van drugshandel, kun je laten sluiten. Vaak zit er heel veel overlast op zo'n woning. En bovendien wil je gewoon niet dat dat maar gewoon doorgaat. Maar goed, daar hangt natuurlijk ook nogal wat aan vast voor de betrokkenen. En daar kunnen bijvoorbeeld ook kinderen in het geding zijn. En besluit je dan om een woning te sluiten waar ook een kind woont, die dan dus ook geen woning meer heeft op dat moment. Of doe je dat niet? Nou, in de gemeenteraad wordt er gezegd van ja, uw woningen sluiten, allemaal goed en wel, maar als er een kind zit, mag het niet. Vinden wij eigenlijk. Dan zeg ik ja, wacht even, maar daar ga ik over. Nou, dat is een interessant dilemma. Maar wat ik wil zeggen is ook een interessant dilemma of je een kind in de omgeving van een drugswoning wilt laten groot worden. Dat is ook precies mijn ervaring. Want ik heb een aantal sluitingen gehad en ik zeg heel vaak, pakt het totaal anders uit dan mensen vaak denken. Want het is vaak de laatste zet die nodig is om een verandering te brengen in een hele kwalijke situatie. En juist voor kinderen is dat vaak enorm positief. Maar je moet er natuurlijk wel op letten dat daar met die kinderen goed wordt omgegaan. Dat je dat niet gewoon zegt van ze zoeken het maar uit. Oké. Tot slot mevrouw Verbeet, de politiek van het geringste kwaad. Zo heeft Peter het op een gegeven moment ook omschreven. Is dat iets wat u herkent? Dat je als politicus uiteindelijk en als bestuurder bottomline zegt, wat is uiteindelijk het geringste kwaad? Nou, wat ik... Wat, wat,
Wat ik eigenlijk een discussie vind, die ik... De titel was dus burgemeester in oorlogstijd. Hè? En dan hebben we allemaal het beeld van de bezetter. En de burgemeester die daardoor eigenlijk geringeld wordt. Hè? En dan, wat moet je dan doen of wat je moet laten? Wat ik nu eigenlijk voor burgemeesters nog een groter probleem vind. En ik kan het een beetje vergelijken, omdat ik het zelf als Kamervoorzitter ook wel meegemaakt heb. Dat is de publieke druk. De publieke druk van de opinie, die soms niet precies weet hoe de wet in elkaar zit. Die soms vinden dat de grondrechten voor de ene inwoner van het land anders gelden dan voor de andere inwoner van het land. En hoe ga je daarmee om? En die druk weerstaan. Uiteindelijk moeten voor de burgemeesters alle inwoners gelijk zijn. Of ze nou oorspronkelijk uit Nederland komen of niet. Die druk weerstaan en niet uitbarsten in een grote mate van flinkheid. Dat lijkt me een interessante opgave van dit moment. En in die zin denk ik dat het werk van de burgemeester lastig maakt. Want mij valt op, ik heb in de periode toen ik woordvoerder was voor sport, Partij van de Arbeid, dames en heren, als sportwoordvoerder, kleine portefeuille, maar mooi. Dat kon nog heel wat worden. Ja, dat kon nog heel wat worden. En toen hadden wij discussies over de mogelijkheid om stadionverboden op te leggen. Aan, hè, daar weet je ook alles van. Nou, daar werd buitengewoon kritisch en terecht, want er was vrijheidsberoving. En als ik nu zie hoe makkelijk men denkt over de vrijheidsberoving van vluchtelingen, dan denk ik, nou, dan kan je nog in dit land beter supporter zijn of hooligan dan vluchteling. Want dan heb je sowieso niet de compassie van een groot deel van de samenleving. Oké, okay. Ja, die Remkes, u wilt daar kort op reageren. Nou, een paar opmerkingen waar ik het in ieder geval zeer mee eens ben. Dat is het onderscheid tussen de handel en wandel van gezaghebbers in een situatie van een democratische rechtsstaat en in een situatie waarbij de democratische rechtsstaat aan het wegzinken is. Dat zijn echt hele andere casusposities. Het is ook zo dat, want die discussie heb ik ook nog wel met de burgemeesters gevoerd, dat inderdaad, en Jos Wiener geeft dat ook aan, dat de positie van de burgemeester zoals die nu is, en die is toch wat strakker en steviger dan die in de Volkskrant werd beschreven, want die bevoegdheden zijn stevig toegenomen, dat onder burgemeesters wel omstreden is. Maar er zijn altijd twee dingen. De polsstok van de burgemeester is uiteindelijk nooit langer dan de gemeenteraad toestaat. Dat is één. En twee, de handel en wandel, ook in dit geval, kan altijd getoetst worden door de rechter. Dat is belangrijk en voorkomt ook dat er structureel disproportioneel kan worden opgetreden. Ik wil ook wel de andere kant van de medaille noemen, andere casusposities. Want het gaat soms ook over de vraag, doe je of laat je na? Ik organiseer zo af en toe bijeenkomsten waarbij ook met burgemeesters erbij en andere mensen erbij over dit type dilemma's wordt gesproken. En bij onze laatste bijeenkomst kwam het dilemma op tafel van een burgemeester die het verzoek kreeg van het Openbaar Ministerie om huisvesting te regelen voor een inmiddels uitgezeten bestrafrechter, pedoseksueel. Dan kan die burgemeester twee dingen doen. Die kan zeggen, ik wens je veel succes bij de buren. En die burgemeesters lopen er rond. En die burgemeester kan ook zeggen, ik neem risico's. En ik probeer het probleem op te lossen. Ik probeer daarmee aan te geven dat je als lokaal bestuurder, als burgemeester, een zeker vrij speelveld moet nemen om problemen op te lossen. Hoe lost u dat zelf op zo'n dilemma? Want u evalueert onder andere Jos Wiener, want u heeft al die gesprekken ook op jaarbasis als commissaris van de Koning. En met de burgemeester. Wat geeft u dan mee in dit geval?
Dan geef ik mee, dan is mijn boodschap dat burgemeesters er in de eerste plaats zijn om lokale problemen op te lossen. En dat kan soms zijn als zo'n verzoek bij de burgemeester terechtkomt om te zeggen van nou, we gaan dat zorgvuldig in overleg met het Openbaar Ministerie en met alle betrokkenen doen. En dat kan soms ook in het geval van de burgemeester van Weert zijn van ik sta nu even voor de bescherming en de gevoelens in mijn lokale samenleving met het risico succes voor de gemeenteraad, dat de gemeenteraad of de rechter mij op een gegeven ogenblik terugfluit. Want het is een misverstand om te denken dat onze rechtsstaat een soort wiskundig bestel aan juridische regels is. Nou, dan zijn we volgens mij meteen op het hart van ons gesprek vandaag. Want we gaan langzamerhand afpellen waar nou uiteindelijk die verschillen zitten. Het kiezen tussen kwaden, de morele dilemma's die Peter ook zo mooi geschetst heeft. We gaan drie casussen bespreken. En ik wil eigenlijk, Peter, het spijt dat ik je nu even op dit punt onderbreek. Maar ik wil jou eigenlijk vooral vragen om deze casus even kort in te leiden. Want je hebt er namelijk ongelooflijk veel onderzoek naar gedaan. Voor de mensen die het niet weten, Srebrenica, 1995. Nederlandse blauwhelmen die daar de orde moeten bewaken. Namens de Verenigde Naties een heel beperkt mandaat hebben. En dan? Ja, dan besluit het Bosnisch-Servische leger of de milities van de Bosnische Serviërs besluiten om de enclave Srebrenica onder de voeten te lopen. En dat leidt tot een enorme wantoestand waarbij de Nederlandse militairen die in de enclave zijn met inderdaad een beperkt mandaat, en dat slaat op de rechtssituatie waar we het misschien later nog over moeten hebben, niet in staat zijn te verhinderen dat ze de mannen en vrouwen in bussen stoppen en naar Bosnisch gebied sturen. En de mannen in vrachtauto's stoppen en buiten de enclave wegrijden en ze daar massaal doodschieten tot misschien wel 8000 slachtoffers zijn gevallen. En de positie van Dutchbat is heel penibel geweest. Dat weet iedereen, denk ik, in deze zaal. Het NIOD heeft in 1996, najaar 1996, opdracht gekregen om een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden waaronder dat gebeurde. Omstandigheden waaronder Dutchbat functioneerde. Maar ook hoe het gekomen is dat uiteindelijk die massamoord kon plaatsvinden. We hebben daarover in 2002, voorjaar 2002, een dik rapport uitgebracht. En de casus die ik eruit heb gehaald in dit essay slaat op de besluit wat de bataljonsleiding heeft genomen om mee te werken aan de splitsing van de mannen van de vrouwen en kinderen. Niet wetende wat de uiteindelijke uitkomst zou zijn, maar wel wetende dat dat de mannen die door hun Bosnisch-Servische vijanden werden opgepakt, niet keurig volgens de Geneefse conventies als krijgsgevangenen zou worden behandeld. Men heeft daarvoor gekozen vanuit het perspectief van het kleinste kwaad. Het was zomer, het was een noodtoestand, er stonden epidemieën op uitbreken. Generaal Mladic, de Bosnisch-Servische bevelhebber, dreigde om het vuur te openen op het laatste stukje wat nog door de Nederlandse troepen werd beheerst en waar al die mensen waren samengestroomd. Kortom, men percipieerde dat toen aan Nederlandse kant als een grote dreigende humanitaire ramp en die moest het hoofd worden geboden. Men heeft niet zien aankomen dat het op een massaslachting zou uitlopen. Men heeft wel gemerkt dat er mannen werden uitgepakt, enkele honderden, die in de onmiddellijke nabijheid werden weggevoerd en doodgeschoten. Men heeft het schieten gehoord. Kortom, er was een enorme stressvolle noodsituatie waarin men gekozen heeft voor het kleinste kwaad, wat eigenlijk ook al een heel groot kwaad is. En men was niet in staat, men voelde zich niet in staat. Men bracht ook niet de fantasie op, om het maar even plat te zeggen, om te bedenken wat er allemaal verder nog mis kon gaan. Dus dat is eigenlijk wat er aan de hand is. En de bataljonsleiding is daar zwaar op aangevallen. Ze hebben in de publiciteit veel kritiek gehad. Ze hebben ook in de politieke sfeer veel kritiek gehad. Ze zijn ook voor het Joegoslavië-tribunaal gedaagd. En als je een dilemma wil schetsen, dan heb je hier het, denk ik wel, een van de meest vreselijke dilemma's die je kunt voorstellen. De jonge Remkes was Kamerlid. Ja. Kiezen voor het minste kwaad, was dat ook een van uw conclusies achteraf? Was dat de... Nou kijk, hier doet zich in feite
de kernvraag van het debat voor. Gaat het over de vraag van weten we wat we nu zouden doen? Of weten we wat we gedaan zouden hebben? Dan is, als je dat loslaat op deze casus, het antwoord vrij helder. Maar dat wisten we toen niet. En dat wist Karremans niet. En dat wist Franken niet. De afwegingen die gemaakt zijn, die zijn volgens mij, het Nieuwold heeft een aantal rapporten gepubliceerd en dat ook allemaal heel gewetensvol gedaan, is op humanitair juiste afwegingen gemaakt, terwijl men wel de risico's wist. En ik weet natuurlijk, er zijn andere dingen fout gegaan. En het is mij altijd iets te gemakkelijk geweest om naar die onderdelen van de krijgsmacht te wijzen die daar actief waren. En het heeft mij één ding wel geleerd. Als het gaat om dit type uitzendingen, dan is er vaak sprake van ook compromisachtige besluitvorming in de politiek, wat soms ook leidt, en wat mij betreft was dat ook in dit geval aan de orde, tot halfslachtige oplossingen. Ons leger daar was veel te licht bewapend. De internationale coalitie die daar actief was, en de afspraken over luchtsteun, die waren, dat was een gatenkaars. En dan is het mij veel te gemakkelijk om te zeggen, daar zijn door de krijgsmacht verkeerde afwegingen gemaakt. Mag ik het ook even aan u vragen, mevrouw Verbeet? Want u was Kamerlid in de nasleep, hè? De evaluaties. Ja. Een van de dingen die wel gezegd is, ja, het werd eigenlijk vanuit de kant van de militairen al in een heel vroeg stadium betwijfeld en betwist, eigenlijk wat de heer Remkes ook zegt, kunnen we eigenlijk met dit mandaat wel uit de voeten? Ja. Had je niet achteraf vanuit de krijgsdienst, vanuit de gedachte die Peter net ook geformuleerd heeft, veel harder moeten zeggen, dit gaan wij niet doen. Wij schalen op in onze bestuurlijke onverantwoordelijkheid. We nemen hier afstand van. Ja. Nee, er is absoluut een moment waarop, en ik hoop dat dat tegenwoordig meer gebeurt, ik denk dat men dat wel ook geleerd heeft, dat er een moment is dat je gewoon zegt, dit kan de politieke wens wel zijn, maar dat kunnen wij niet voor u doen op deze manier. En ook misschien meer eisen stellen. Bijvoorbeeld, er was op dat moment geen exit-strategie. We wisten wel waar we naartoe gingen, maar we wisten niet waar de nooduitgang was. Terwijl als je in een hotel komt, is het toch de eerste, als je verstandig bent, waar je gaat checken waar dat ding zit. Die was er niet. Ik hoor uit de zaal dat niet iedereen dat doet, hoor. Nou, dat is niet verstandig als u dat doet. Zeker in sommige landen zou ik daarmee beginnen. Maar goed, dit was ook zo'n land waar we een exit-strategie hadden moeten hebben. Verder waren wel afspraken gemaakt over steun en over luchtsteun, maar blijkbaar niet met degene die er uiteindelijk over besliste. En dat zijn dingen. Maar dat is allemaal achteraf. En ik probeerde me dus serieus te verplaatsen in wat men daar heeft meegemaakt toen men die beslissingen moest gaan nemen. En dat vind ik dus eigenlijk wel een hopeloze situatie, want dat kamp was natuurlijk niet van tevoren erop ingesteld dat die militaire kamp, dat daar die mensen naartoe zouden komen. Dus men heeft, zijn allemaal in een situatie gekomen waar ze gewoon niet van tevoren over nagedacht hadden. En het lijkt me voor jullie hartstikke moeilijk, maar eigenlijk zou je moeten zeggen, wat had men dan voor reële alternatieven gehad volgens jullie? Wat had men dan ook kunnen doen? Want ik vind het wel makkelijk, ik sluit zeer aan bij wat Johan zegt, om dan achteraf daar allemaal wijsheden over te debiteren, wat men had moeten doen om het leven van die arme mensen niet op het spel te zetten. Maar was er dan een alternatief geweest? Nou, wij hebben, laat ik dat even vooropstellen, niet
geprobeerd te bedweteren. Wij hebben geprobeerd uit te zoeken wat er precies gebeurd is. Ja, dat is waar. En we hebben eigenlijk ook af willen zien van het gemakkelijke verhaal van het had zus of zo gemoeten. Wat mij opvalt, zeker als ik met buitenlandse collega's praat of als ik met heftig geïnteresseerde mensen praat, die hier nog steeds een heel naar gevoel over hebben, is dat heel gemakkelijk wordt gezegd van nou, het zijn lafaards geweest of ze hebben hun plicht niet gedaan of ze hebben het allemaal laten lopen. Wij zijn op de avond van de presentatie in de Ridderzaal zijn wij naar Dutchbed gegaan en hebben het rapport ook aan hun uitgelegd en gezegd dat het voor ons draaide inderdaad in de eerste plaats om de werkomstandigheden van het bataljon, wat eigenlijk nauwelijks meer operationeel kon zijn na een aantal maanden, wat je zou kunnen vergelijken met het beleg van Alkmaar of Haarlem tijdens de 80-jarige oorlog. Ja. Ze hadden ook geen benzine meer, dus ze konden ook niet meer rijden. Dus, en juist omdat wij op die werkomstandigheden en op de leefomstandigheden van de mensen om hen heen de nadruk legden om te begrijpen hoe het in de tijd geweest was, hadden we het gevoel dat we op hun overbracht dat we hun probleem serieus hadden genomen. Ons grote kritiek was ook niet op Dutchbed. Ons grote kritiek was inderdaad, zoals meneer Remkes zegt, op de lichtvaardigheid waarmee de opdracht was opgenomen, de lichtvaardigheid waarmee een slap mandaat was geaccepteerd, de lichtvaardigheid waarmee men aannam dat er met de Bosnische Serven wel te praten was. Ja. Dus kijk, dat is gewoon het werk van de historicus. De historicus mag gewoon niet zeggen hoe het eigenlijk gemoeten had. En dat soms in het verhitte debat over deze hele ellende en deze hele ramp wel is gebeurd door degene die snel thuis wilde zijn met een interpretatie. Dan hebben wij misschien ons werk niet goed gedaan door niet goed genoeg uit te leggen hoe het zat. Maar dat is een discussie die je toch houdt. En je vindt nog steeds, vooral in de buitenlandse vakliteratuur, hele verhalen over die Nederlanders die het erbij hebben laten zitten. En dat spreken we gewoon systematisch tegen. Nee, maar u had natuurlijk, nee, gaat u gewoon. U had natuurlijk wel kunnen kijken, zijn er nou in dat in de leiding van de krijgsmacht op dat moment scenario's afgewogen? Ja. En dat is dus door allerlei communicatie is dat niet goed gegaan, maar men was er ook niet op voorbereid. Overigens is er ook wel enig falen te constateren. In de leiding van zowel de Nederlandse commandanten die voor de VN werkte, als ook de bataljonsleiding. En dan kijk ik niet in de eerste plaats naar Franke, maar dan kijk ik toch naar Karremans, die slecht voorbereid was, die niet wist met wie hij te doen had toen hij met Mladic moest praten, en die zich ondanks een een wargame, een oefening in Nederland, ook bij de onderhandelingen niet overeind heeft weten te houden. Dat kan gebeuren. Toch, als ik jullie alle drie beluister, dan is er eigenlijk wel twijfel over de vraag of er lessons learned zijn. U zegt, mevrouw Verbeet, nou, ik neem aan dat er tegenwoordig wel vanuit de krijgsmacht wat aanvullender eisen worden gesteld. Nee, dat, ja. U zegt, als historicus zijn wij er niet om alternatieven te adviseren, want je kijkt vooral terug en je probeert te reconstrueren wat er is gebeurd. Maar meneer Remkes, is het inderdaad wel niet voor niets geweest? Hebben we hier uiteindelijk nu wel een andere aanpak door ontwikkeld? Nou, ik heb zojuist aangegeven, maar dat is met name ook niet zozeer een verwijt in de richting van de krijgsmacht. Dat is wel een verwijt in de richting van de politiek. Ja. Als wij dit soort missies ondernemen, dan zal dat full dressed moeten zijn en dan is geen compromis mogelijk. En dat hebben we in Srebrenica gezien, dat dat wel gebeurd is. Maar we hebben dat natuurlijk na die tijd ook nog wel bij enkele missies gezien. Dus moet even aan Afghanistan denken? Bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, de Tweede Kamer heeft een toetsingskader geformuleerd. Ja, ik bedoel, dat is dan wat er gebeurd is. Maar dat toetsingskader bestond ook al bij Afghanistan. Ja, maar dat is niet toegepast en op dat moment, want we hadden haast. Juist, zo is het. Dus de politiek, en dat is ook wel een beetje inherent aan het politieke proces, heeft bij dit soort missies te veel de neiging om naar compromisachtige oplossingen te zoeken. En dat is nou juist waar Dat zet het wel mooi aan. En waar deze situatie niet voor geëigend is. Maar ja, even terug naar de meneer Wiener. Nou, ik denk eerlijk gezegd, want ik hoor het zeggen van dat je zou verwachten dat militairen dan steviger zeggen dit kan niet. Maar ik ben er eerlijk gezegd redelijk van overtuigd dat de Nederlandse politiek te klein zou zijn als militairen echt zouden zeggen wij weigeren om dit te doen.
Ik snap wel het dilemma. Ik snap het dilemma heel erg goed. Maar ik denk, het is ook heel erg lastig om goed te beoordelen hoe... bijvoorbeeld politici, als het fout gegaan is, dan zeg je, ja, dat had zo niet moeten. Maar bij een volgende situatie zie je dat het bijna hetzelfde weer gebeurt. Mag ik toch één ding zeggen? Ja. En ik bedoel, we praten nu over een militaire situatie. Misschien moet onze militaire, maar sowieso breder geformuleerd, onze ambtelijke cultuur, als er echt iets niet kan, wel veel meer omgevormd worden in de richting dat men dat ook zegt. Ja. Ik wil een heel ander voorbeeld noemen. Ik herinner mij de discussie over de vraag of onze Belastingdienst de toeslagen wel uit zou kunnen voeren. En wat gebeurde er? Het was een CDA-woord. Ik bedoel, er werd natuurlijk uiteindelijk werd er gezegd van ja, dat kunnen wij. Yes, minister. En we weten ook waar dat toe geleid heeft. Ja. En dit is van een heel ander hoofdstuk, maar wel van vergelijkbare orde. Maar geen misverstand, ik ben het daarmee eens. Maar tegelijkertijd denk ik, onze hele cultuur, politieke cultuur... reageert daar ontzettend fel en heftig op. Ja, okay. Dus dat is vooral in de spiegel kijken voor bestuurders en politici. Van hoe gaan dat wij is om... misschien wel een mooie avond hiervoor om eens even wat in de spiegel te kijken. Maar zeer eens, maar je ziet ook wel in de Kamer dat men nu... ook in openbare vergadering, maar ook daarnaast in besloten vergadering... Kamerleden rechtstreeks contact hebben met de top van Defensie. En ik moet eerlijk zeggen, wat ik de laatste jaren aan uitingen zie... recent nog van generaal Middendorp... dat vind ik buitengewoon dapper. Hij zorgen kenbaar maakt, staat, onderbenutting, dat dus soort dingen. Dus als je het hebt over die mooie casus... Hè, waar we dan hiermee beginnen over Srebrenica... Dan zeggen wij eigenlijk met elkaar... je mag nooit mensen in zo'n situatie brengen. Het probleem zit in feite, en dat probeerde ik ook te zeggen eerder... dat zit daarvoor, dat je mensen niet opzadelt met onuitvoerbare opdrachten... of onuitvoerbare wetten. Want daar kunnen wij alleen maar, denk ik, wat aan doen... door ook de mensen die ermee moeten werken, in dit geval onze militairen... maar in het andere geval onze artsen of onze mensen bij de Belastingdienst... of onze mensen die de thuiszorg moeten organiseren... om daar gewoon rechtstreeks met gesprekken mee te hebben. Nou, laten we maar eens kijken naar wel of niet uitvoerbare wetgeving... bij de tweede casus dan, dat we dat maar meteen doortrekken. Okay. Misschien, de heer Wiener, kunt u dit introduceren... want het is een thema waar u zich al vrij lang mee bezighoudt. Bed, bad en brood, de lokale opvang van vluchtelingen... Ook hier geldt eigenlijk een korte introductie. Het gaat om mensen die al zijn uitgeprocedeerd, maar die niet weg kunnen. Die niet door de landen van herkomst worden opgenomen. Soms zijn ze stateloos, soms hebben ze geen aantoonbare identiteit. Bent u er als burgemeester vervolgens voor om dat op te lossen? Ja, om het nog even toch wat ingewikkelder te maken of gewoon niet weg willen. En dat is ook het grote dilemma. Waar het op neerkomt, dat is van we hebben in Nederland een stelsel van je kan asiel aanvragen, dat wordt onderzocht. Dan kan je vervolgens, als daar een beslissing over genomen is, kan je zeggen, daar maak ik bezwaar tegen. Volgens mij klopt het niet, dan kan je nog een keer beroep. En dan valt er een oordeel en dan wordt er gezegd, oké, er is asiel of je krijgt geen asiel. En als je geen asiel hebt, dan moet je dit land verlaten. Daarvoor heb je 28 dagen en in de praktijk blijkt dat heel veel mensen het land niet verlaten. Soms omdat ze er ontbreekt van alles en nog wat om weg te kunnen. Ze worden niet toegelaten. Maar regelmatig ook omdat ze zeggen van ik ga niet terug, want ik loop daar gevaar. Ik ben het hier totaal mee oneens. Mij krijgen ze niet weg. De rijksopvang stopt. En vervolgens, ja wat dan? Dan staan ze op straat. En daar komt het dilemma voor gemeenten en ook voor burgemeesters van als mensen gewoon op straat gaan zwerven, wat gebeurt er dan? Het kan zijn dat mensen niet zelfredzaam zijn en echt in ellendige situaties terechtkomen. Het kan zijn dat mensen door anderen worden misbruikt. Van ik zal wel zorgen dat jij ergens terecht kan, maar dan moet jij wel dit of dat doen. Nou, er worden mensen op een verschrikkelijke manier misbruikt als het gaat om illegale arbeid, soms ook prostitutie en dergelijke. Dat is een tweede risico. Een derde risico is dat mensen, je kan een tijdje rondzwerven, maar je zal toch aan eten moeten komen. Dat mensen het criminele pad opgaan en
proberen op die manier aan inkomsten te komen. En de argeloze burger zou zeggen, ja, maar luister eens, nationale wetgeving schrijft voor binnen 28 dagen landtijd. Dan is het toch een kwestie van oppakken en wegwezen? Nou ja, als het zo simpel was, dan hadden we dit probleem niet. Dat is wat er zou moeten gebeuren. Wij hebben als gemeente, als Nederlandse gemeente ook gezegd, van wij vinden dat de Rijksoverheid daarvoor moet zorgen. En we hebben daar een evolutie gehad. Ik herinner me, die discussie begon rond het jaar 2000 met toenmalige staatssecretaris Cohen. En die zei van, joh, ze zijn hier zelf gekomen, ze moeten ook zelf weer weggaan. Heel simpel. Dus dan gaan wij niet voor ze regelen. Wij zeiden, ja, nou ja, maar ze gaan niet weg. En dan zitten wij met het probleem. En dan zijn er hulpinstanties, kerken, individuele burgers, die gaan op de een of andere manier mensen toch helpen. Ja, die in moeten barmhartig zijn, zeggen ze. Dat is onze verantwoordelijkheid. Precies. We laten mensen niet creperen. En wij zeggen er ook nog eens een keer bij van, er zitten ook nog risico's in. Ik noemde net criminaliteit, ook de volksgezondheid. Want als mensen zonder medische voorzieningen maar rondzwerven, dan gaat het ook niet goed. Toen werd er gezegd, oké, het Rijk neemt die verantwoordelijkheid. Er kwam een dienst terugkeer en vertrek. Wij gaan mensen uitzetten. In de praktijk bleek dat dat verschrikkelijk tegenviel, want er zijn landen die zeggen ze komen er gewoon niet in. Wij kennen die mensen helemaal niet. En dan is het dilemma, wij hadden afgesproken als Nederlandse gemeente met de Rijksoverheid, oké, als mensen er niks aan kunnen doen, buiten hun eigen schuld niet terug kunnen, dan mogen ze alsnog blijven. Maar bijna altijd zeiden de diensten van ja, weet je waarom ze niet geaccepteerd worden? Ze hebben een valse naam opgegeven. Of bepaalde gegevens kloppen niet. Of zij zeggen bij de ambassade van ik wil niet terug. En dan zegt de ambassade, oh, als het tegen hun wil is, dan gaan wij niet meewerken. Kortom, heel veel mensen bleven toch hier in Nederland achter. En toen ontstond het dilemma. De Rijksoverheid zei, gemeente, jullie mogen die mensen niet opvangen, want dat heeft een aanzuigende werking. Als jullie die opvang blijven geven, dan gaan die mensen nooit weg. En daar zit natuurlijk iets in. Zeker als je uit een ellendig land komt. En aan de andere kant, gemeenten die zeiden van ja, maar wij kunnen mensen toch niet op straat maar laten rondzwerven en uiteindelijk op straat laten creperen. Wat voor land leven wij? Dus dat gaan we niet doen. Ik kom zo bij u terug, want dit is een mooi punt om te markeren. U zit er dan tussenin. U bent commissaris van de koning. U moet de wet naleven, u moet de wet uitvoeren en u moet die burgemeester aan de andere kant evalueren en eigenlijk daarmee toch ook aangeven, voer die wet uit. Ja, maar ik herken natuurlijk wel de dilemma's waar een burgemeester voor staat en de afwegingen die gemaakt worden. En bovendien, en dat geeft de burgemeester van Haarlem wat mij betreft terecht aan, het rijksbeleid schiet hier, overigens ook weer om begrijpelijke redenen, in verband met de barrières waar je aanloopt bij terugkeerdiscussies. Dus u gaat terug naar Den Haag en zegt het is gewoon een ondeugdelijke wet. En wat ik zou doen als ik door de politiek antwoord waar u nu aan begint. Nee, als ik door de minister. Het is een ondeugdelijke wet. Nee, als ik door de minister ter verantwoording zou worden geroepen, dan zou ik tegen de minister zeggen. En die discussie hebben we trouwens ook al eens een keer gehad in Nederland. Zorg dat die terugkeer op een adequate wijze wordt georganiseerd en verminder langs die weg het probleem. En overigens is hier niet zozeer sprake van wetsovertreding. Het Rijk heeft gezegd van wij financieren dit niet meer en dat leidt er in een aantal situaties. Voelt als een Nederlands gedoogje. Nou, misschien toch nog even, want dat klopt. Het Rijk financierde het in eerste instantie helemaal niet. Toen door Europese uitspraken zij op een gegeven moment van het Comité voor Mensenrechten, zij op een gegeven moment een Nederlandse rechter, ja, ligt hier wel degelijk een verantwoordelijkheid. In ieder geval plicht tot de basis? Ja, totdat er een definitieve Europese uitspraak ligt. Die ligt er ondertussen en die was van, nou, het is geen plicht. Maar goed, een tijd lang was het wel plicht. En toen heeft de toenmalige staatssecretaris Steven gezegd, oké, dan ben ik consequent. Als de rechter zegt dat gemeenten moeten opvangen, dan ga ik voor de financiering zorgen. Dat heeft hij gedaan. Toen kwam die definitieve uitspraak van nee, het is toch geen verplichting. Althans, dat vond hij uiteindelijk die Europese samenwerkingsverband. Dan ontstaat het dilemma wat nu. En toen hebben we geprobeerd als gemeente met het kabinet afspraken te maken. En de basis van die afspraken was als volgt. Het Rijk zei, stop nu met die opvang. Wij doen ons best om ze weg te krijgen. Jullie stoppen met die opvang, want dan heb je geen aanzuigende werking. En dan gaan ze de grootste kans dat ze weggaan. Wij zeiden van ja, maar een deel gaat niet weg. En dat vinden we humanitair gewoon niet mogelijk. En bovendien praktisch niet werkbaar. Laten we samen de krachten bundelen. Rijk en gemeente proberen
nog een keer intensief mensen te begeleiden in terugkeer. Kunnen dan ook vanuit het casus zeggen van, jongens, je moet ze toch opvangen. Je moet ze toch in Nederland laten, omdat hier terugkeer echt absoluut onmogelijk is. Dat kun je, tot die conclusie kun je komen, maar daarin is het laatste woord aan de staatssecretaris, dat erkennen we ook. Dan spreken wij ook af dat wij stoppen met specifieke opvang van uitgeprocedeerden, dus alleen voor uitgeprocedeerden, maar dan willen wij wel de ruimte hebben om ze op te vangen als dak- en thuislozen. Het gekke is namelijk dat dat eigenlijk niet mag. Want daar hebben we regels voor in Nederland. Dat moeten gedocumenteerde Nederlanders zijn en niet illegale vreemdelingen. Maar voor zover ik het begrijp is het tot op de dag van vandaag eigenlijk niet geregeld. Nee, dat klopt. En daar zijn we het niet over eens geworden. Dat komt omdat we waren het praktisch eens. Maar op het laatste moment is er door de staatssecretaris gezegd van ja, ik ga nu, ik zeg het dan bij vlak voor de verkiezingen, ga ik daar niet meer een overeenkomst over maken. Hij is gestopt met de financiering. En we hebben geconstateerd dat we na de kabinetsformatie, dus die nu bezig is, dit punt opnieuw gaan oppakken om te kijken of we het dan wel eens kunnen worden. En in de tussentijd betalen jullie die opvang zelf? Ja, dus nu betalen gemeenten het zelf. En nu is het ook nog in veel gevallen wel specifieke opvang. Dus niet een dak- en thuisloze opvang, ja, maar gewoon specifieke opvang van vluchtelingen. Daar wil het Rijk vanaf. Maar meneer Remkes, in de praktijk kan het dus zo zijn dat een aantal van uw burgemeesters dit dus wel doen, maar een aantal buurgemeentes van de heer Wienen het dus weer niet doen. Ja. En dan zegt u, ja, het is een rotwet, ik kan hier niks mee. Of zegt u dan, nee, die burgemeesters moeten allemaal één lijn trekken? Nee, omdat uiteindelijk ook hier geldt dat de gemeenteraad de baas is. Dat vergeten we nog wel eens even. Het is toch nationale wetgeving? Dat is in Haarlem zo. Maar dat is in de buurgemeente van Haarlem ook zo. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het budgetrecht en zal dus de financiële middelen ter beschikking moeten stellen om dat ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Als de gemeenteraad dat weigert. Dus marsen vanuit Beverwijk naar Haarlem? Dat is niet helemaal uitgesloten. Dat is niet helemaal uitgesloten. Nou heb ik wel de overtuiging dat men zich wat beter thuis zal voelen in Haarlem dan in Beverwijk. Maar voor een deel is dat inderdaad waar, want een deel van de gemeente doet dat gewoon niet en andere gemeenten doen het wel. Dat zijn uiteindelijk eigen, ook politieke keuzes. Bij de overleg, ik heb dat overleg gevoerd met het Rijk en dan is dat eigenlijk ook in zekere zin een twee-fronten overleg. Want aan de ene kant zit het Rijk met bepaalde standpunten en overigens een Tweede Kamer die zeer verdeeld is op dit punt. Dus daarom werd het ook bijna crisis. Aan de andere kant zitten 388 Nederlandse gemeenten die ook heel verschillend in dit dossier zitten. En waar je moet kijken van kunnen wij ergens uitkomen waar voldoende draagvlak voor is in de Kamer aan de ene kant en waar voldoende draagvlak voor is in dat hele geschakeerde gemeentelijke landschap aan de andere kant. Ik denk dat we er bijna waren en ik hoop dat we, als er een nieuw kabinet zit, dat we uiteindelijk toch tot een definitieve afspraak kunnen komen. Omdat het echt veel beter is dan dit maar gewoon te laten hangen en daarmee iedere keer weer erupties te krijgen van deze discussie. Plus dit is toch gewoon klassiek gedogen, mevrouw Verbeet. Er gebeurt feitelijk helemaal niks. Ja, en ik vind eigenlijk dat, wat ik er interessant aan vind, is dat je nou juist in die verschillende gemeenschappen in ons land ook hele verschillende opvattingen ziet over dit vraagstuk. En eigenlijk, wat de commissaris net zei, hè, uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad, dat vind ik nou juist wel een hele mooie mogelijkheid die onze democratie biedt. Dat je in sommige gemeenten, ik ken gemeenten die het op dit moment heel jammer vinden dat een AZC gesloten wordt, omdat er een relatie is opgebouwd met zo'n gemeenschap. Soms ook omdat het net de voorzieningen in een gemeente op peil kan houden. De school bijvoorbeeld, die anders gesloten moet worden. Dus er komen dan allerlei andere afwegingen ook in beeld. En soms denk ik wel eens met heimwee terug aan een verhaal wat ik gisteren nog hoorde van Max van Wezel. Dat in een periode dat de Chilenen toevlucht zochten in de ambassade in Chili, Nederlandse ambassade in Chili, waar de minister van Buitenlandse Zaken toen de tijd van de stoel reuze mee in zijn maag zat en eigenlijk heel terughoudend wilde zijn, dat toen de burgemeester van Rotterdam, André van der Lauw, afreisde met in zijn kielzog Saskia Stuyveling, helaas recent overleden, en daar dus tegen die ambassadeur zei, ik vang ze op in Rotterdam. En dat geheel langs het beleid van op dat moment de regering heen.
En ik vind dat ons land nou juist zijn kracht zou moeten ontlenen om af en toe ook als gemeente, gewoon in de geest van die daar in een gemeente is. De gemeente als safe haven. Nou ja, als de gemeente vindt belangrijk is om zo'n actie op dat moment te ondernemen, dan vind ik dat wel mooi als een gemeente daar ook zelf ruimte voor durft te nemen. En dat, nou zie ik jou heus niet 1, 2, 3 afreizen naar een ver land. Maar toch zijn er, vind ik, momenten dat je als burgemeester, als gemeenteraad ook het gevoel van je samenleving een stem moet kunnen geven. Ja, maar een paar opmerkingen. Ik ben op zichzelf ben ik het daar ook mee eens dat soms gewoon goed is dat die ruimte er is. En dat is ook wel een beetje kenmerk van een vrije samenleving. Maar het eerste wat ik erover zou willen zeggen, dat is als het gaat om die categorie van mensen bedbad brood, uitgeprocedeerden. Daar heb ik ook regelmatig gezegd van mensen laten wij ook gewoon met elkaar onder ogen zien dat wij kunnen niet als gemeente allemaal ons eigen asielbeleid gaan voeren wat allemaal afwijkend is van het Nederlandse. Er is één Nederlandse regering die maakt asielbeleid. Wij zien in de praktijk dat rafelranden heeft waar mensen tussen de raderen zitten die niet functioneren. Daar functioneert het niet. In de eerste plaats vind ik dat gemeentebestuurders en gemeenten, zeker als dat ook draagvlak heeft in de bevolking en de gemeenteraad, dat die op die praktische kanten moeten wijzen en moeten zeggen van jongens, hier moeten bepaalde oplossingen voor. Want Jos, mag ik jou vragen? Kijk, ja? Peter, die citeer ik dan even. Die zegt, ja? Je bedenkt niet alleen welke winst een bepaalde keuze oplevert, maar ook wat er wordt ingeleverd. En welke keuzes wil en kan en mag je niet maken. Nou, als je dit dossier nou zou moeten oplossen richting de formatie, wat is dan je advies? Ja, ik vind dat wij in Nederland niet in een situatie terecht moeten komen die je in sommige andere landen wel ziet. En als we dat zien, dan huiveren we daar ook voor. Dat mensen in een soort kampen, in een jungle terechtkomen. Wat er in Calais gebeurd is. Maar ik heb het zelf in Parijs gezien. Ja, precies. Dat is verschrikkelijk. Dat is inderdaad iets waarvan ik denk van jongens, dat willen we gewoonweg niet. En dat moeten we ook niet willen. En dat zal ik, maar ook collega's, blijven zeggen tegen een regering van u kunt heel veel van ons vragen, maar u kunt niet van ons vragen dat wij dat in onze gemeente laten gebeuren. En tegelijkertijd snap ik ook dat wij niet alles kunnen oplossen. En dan zeg ik ben ook ontzettend dankbaar en ik zal burgers daar niet om lastig vallen, maar ik zal ze eerder prijzen. En daar heb ik ook een voorbeeld van, dat ze soms, waar wij als overheid op een gegeven moment het echt niet meer weten, zeggen van ik ben hier, noem het maar even, de barmhartige Samaritaan. Ik heb in Katwijk te maken gehad met een burger die jarenlang een illegaal in huis had, waar ik echt diepe bewondering voor had, echt serieus bewondering. Wat hij deed was illegaal, was in ieder geval niet de bedoeling. Maar het grote verschil met wat er in de oorlog aan de hand was en wat er nu aan de hand is, dat is dat je toen, als de politie daarachter kwam en de burgemeester daarachter kwam, dan kon je zelf mee naar het concentratiekamp, bij wijze van spreken, of je werd meteen neergeknald. En nu zeg je van wat ben ik blij dat wij burgers hebben die een medemens in nood, waar ik uiteindelijk als overheid op dit moment de oplossing nog niet voor heb, die is wel gekomen, want ik heb me daar ook voor ingezet, die is er gekomen, maar die man die heeft het bestaan om een aantal jaren lang zich te ontfermen over een medemens waar niemand naar omkeek en waar ik ook eigenlijk machteloos was. Dan zeg ik van, dat vind ik fantastisch en die man die heeft een ridderorde kon ik niet voor hem regelen, maar hij kreeg de eremedaille van de gemeente Katwijk. Peter, hoe beoordeel je dit vanuit, zeg maar, ook jouw schrijven, vanuit een zekere moraliteit? Nou, om te beginnen aarzel ik heel erg, of liever gezegd wil ik gewoon geen vergelijking met de Tweede Wereldoorlog trekken. Dat is, denk ik, niet, dat helpt ons niet verder. Maar ik wil met alle ontzag voor de verhalen uit de praktijk, wil ik iets abstract zeggen. Namelijk dat we zien hoe onze wereld steeds globaler is geworden. De wereldproblemen die vinden we om de hoek terug. En dat betekent ook dat, dat we niet alleen moeten kijken naar de relatie tussen het lokale en het nationale bestuur. Dat is denk ik een heel voor de hand liggende reactie, omdat een aantal zaken gewoon goed bestuurlijk geregeld moeten worden. Maar er is natuurlijk inmiddels ook, als het gaat over vluchtelingen of als het gaat over bijvoorbeeld oorlogsmisdadigers die zich onder vluchtelingen bevinden, is er een heel groot corpus aan internationale wet en regelgeving gekomen, de VN-verdragen, de Europese verdragen. Dat betekent dat
Niet alleen het emotionele spectrum op basis waarvan we reageren en wat een krachtige motivator is, dat horen we nu ook weer, maar ook het legale spectrum op basis waarvan we opereren veel groter is geworden. En dat geldt denk ik niet alleen voor dit, maar dat geldt voor alle problemen waarmee we zitten. Dus wat dat betreft bevinden we ons ook echt in een nieuwe situatie waarin de oriëntatie op welke wetten en regels, welke gebruiken, welke ethische normen en welke emoties we tot onze beschikking hebben, eigenlijk op een andere manier wordt beantwoord dan pakweg in 1955 toen ik geboren werd. En dat is natuurlijk ook iets waardoor komt het denk ik ook dat de problemen waar we het nu over hebben niet op een ondubbelzinnige manier even snel te overleggen zijn, omdat er zoveel dimensies aan zitten. En maar de heer Remkes, dan zien we dat ook hier weer. De politiek zelf heeft zich natuurlijk juist heel ferm willen uitdrukken de afgelopen jaren. Heeft juist wel die eenduidigheid proberen uit te stralen. Waarvan Peter eigenlijk aangeeft, dat is, ja, dat staat haaks op de nieuwe praktijk. Ze hebben dat wel proberen uit te stralen, maar is natuurlijk volstrekt niet gelukt. Maar en wie ben ik om kabinetsformateurs of informateurs of politieke partijen te adviseren? Dit lost zich aan die formatietafel alleen maar op in een wat breder verband. Dus dan zul je moeten spreken over de vraag, wat is onze inzet in Europa? Dan zul je moeten spreken over de vraag, hoe gaan we economische vluchtelingen en echte veiligheidsvluchtelingen, om het zo maar even uit te drukken, beter van elkaar scheiden, zodat in een eerdere fase dat onderscheid wordt gemaakt. Dat type elementen, die zullen in zo'n bredere afspraak zitten. En ik ben er ook van overtuigd dat als het dan het restprobleem is, om dat zo oneerbiedig maar even uit te drukken, van een aantal mensen die op dit ogenblik niet uit te zetten zijn, dat probleem dan wel wordt opgelost, mits het maar ingebed is in een breder perspectief. En dat bredere perspectief ontbreekt nu. En dat is een van de makken in de hele discussie in feite. Ja. Ja. Daar ben ik het mee eens. Ik overigens, als het gaat om dilemma's, denk ik dat voor veel collega's, en voor mijzelf ook een beetje, Het probleem het meest manifest was in de periode toen we die enorme stroom van vluchtelingen hadden. En toen bleek dat na de eerste golf van sympathie, want die was er ook, toen werd er gezegd wat kunnen wij doen om die mensen te helpen, kwam er de tweede golf en dat was een gigantische emotionele afweer van niet bij ons. En dan sta je als burgemeester wel voor een ontzettend lastig dilemma. Als je voelt van de mensen waarvan ik toch burgervader, burgermoeder ben, die vertrouwen in mij willen hebben, die ervan uitgaan dat ik voor ze opkom, die komen bijna in opstand. En aan de andere kant wordt er een beroep op mij gedaan om mee te werken aan de vestiging van AZC. Maar maakt u zich dan geen zorgen als je naar de nabije toekomst kijkt? De deal met Turkije die staat onder druk. We voelen allemaal ook hoe Turkije in een heel snel treinvaart aan het veranderen is. Wat vroeg of laat natuurlijk ook een andere positie vanuit de Europese Unie gaat opleveren. Dan weet je toch, dit is niet houdbaar. Wij zullen inderdaad die brede discussie niet zo snel mogelijk voeren. Nee, maar daar ben ik het dus echt heel erg mee eens. Dat vind ik ook. Dat moet ook gebeuren echt. En dan uiteindelijk denk ik ook dat je die discussies op nationaal niveau moet voeren. Maar wat ik zie, dat is dat het je lokaal soms in dilemma's brengt. En daarbij denk ik ook dat je inderdaad uiteindelijk uitkomt bij de gemeenteraad. Want ik vind dat je als burgemeester op dat moment de moed moet hebben om uit te leggen waarom dit kan. Maar nou even een eerlijk antwoord. Hè? Voelt u zich dan in een zekere zin toch wel in de steek gelaten door een nationale overheid nu, op dit moment? Ik vind dat net iets te fors uitgedrukt. Ik vond het wel leuk dat de staatssecretaris, waar ik overigens buitengewoon veel waardering voor heb, Dijkhoff, die vroeg op een gegeven moment om stoere burgemeesters. En ik vond dat hij dat terecht vroeg. Dat is het dilemma waar ik het net over had. Van hoe je als burgemeester dan
daar gaat staan en probeert die mensen toch duidelijk te maken dat hier een verantwoordelijkheid ligt en we moeten dat doen. Andersom had ik het stoerder gevonden van hem als hij ook dit probleem had opgelost, ondanks het feit dat dat politiek ingewikkeld was. Maar goed. Even, want dat zijn wel twee discussies die een beetje verschillen van elkaar. Ja, nee, dat klopt. Het zijn twee verschillende discussies. Ik bedoel, dit is bad en brood, maar als het gaat om die asielproblematiek, we even wel wezen, de Rijksoverheid, want dat is eigenlijk je vraag. Ja. Die kan dat wel doen, maar dat vereist een gigantische centralisatie van bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening. Want dan betekent dus dat je een aanwijzingsbevoegdheid op gemeentelijk niveau, op rijksniveau creëert om tegen gemeente X te zeggen en gij zult. Ik denk dat we in dit land nog niet zover zijn. Maar dan is dan toch die wet waar we even aan het begin van zeiden, is dat dan niet een kulwet? Waarvan u zei, nou, dat zeg ik niet, dat is dan toch een kulwet? Over welke wet gaat het? Nou, over de hele manier waarop we het nu hebben ingeregeld. Dat de nationale overheid wel zegt, we moeten die mensen van straat halen. Daarom maak ik ook echt even het onderscheid tussen twee discussies. Want die bad en brood discussie, dat is een andere discussie dan de discussie over de asiel en de AZC locaties die we in het heets van de strijd zagen. En er wordt inderdaad ook nog wel eens de indruk gewekt dat een burgemeester in dat opzicht van alles kan. Die is uiteindelijk, is die burgemeester ook afhankelijk van zijn gemeenteraad. En de laatste stap, als de burgemeester de besluitvorming in zijn raad niet voor zijn rekening kan nemen, is de mogelijkheid voor de burgemeester om te zeggen, toedeledokie, ik ga weg, ik ben het hiermee oneens en ik neem de besluitvorming in de gemeenteraad niet voor mijn verantwoording. Of je creëert, zoals gezegd, een centrale bevoegdheid, maar dat is een hele ingrijpende discussie in ons staatsbestel. Het mooie is dat het overigens ook niet nodig is gebleken tot nu toe, want we hebben het weten op te lossen en er zijn de meeste collega's, want ik vind dat dit toch wel laat zien dat we met elkaar ook als openbaar bestuur op momenten dat het ertoe doet ook heel veel voor elkaar krijgen. Op enkele gemeenten na zie ik dat die discussie erin geresulteerd heeft dat gemeenteraden zeiden, soms onder forse druk overigens, dat moet ik er wel bij zeggen, maar oké, wij nemen die verantwoordelijkheid en wij stemmen in met de komst van zo'n AZC, ondanks de publieke afkeuring daarvan van een deel van de bevolking. Oké. Ik stel voor dat we naar de derde casus gaan en is er daarna ook ruimte, dames en heren, vanuit de zaal om te reageren en vragen te stellen. Vrijheid van demonstratie, dat is de derde casus. Dat gaat specifiek over het recht op demonstratie enerzijds van een groep Palestijnen in Rotterdam, terwijl de demonstratie door christenen voor Israël vanwege angst voor ordeverstoringen werd geweigerd door burgemeester Abu Talib. Kent u de casus, mevrouw Verbeek? Ja. Kunt u misschien iets introduceren voor de mensen hier in de zaal? Ik vind in principe dat er recht is op demonstratie, dat vindt iedereen. Maar ik denk ook in dit geval, en dat had ik net ook nog wel willen zeggen, maar ik ga niet lastig zijn hoor. Maar ik denk dat je als burgemeester ook enige discretionaire bevoegdheid moet hebben. Je moet op een gegeven moment ook kunnen kijken, wat is het draagvermogen van mijn gemeente, eigenlijk het punt wat ik net ook maak. En dan vind ik dat het makkelijk is dat om zeg maar voor Abu Talib te beslissen dat hij dat wel had moeten toestaan op één dag. Misschien dan toch even wat meer in het detail van de casus. Er wordt aan de ene kant een toestemming gegeven voor een groep Palestijnen die al heel lang geleden een aanvraag hadden gedaan om bij elkaar te mogen komen. Dat is goedgekeurd. Ja. En vervolgens komt er vrij last minute als reactie daarop de aankondiging, we gaan daartegen demonstreren. Een kleine groep, die noemt zich Christenen voor Israël, waar Abu Talib vervolgens van zegt, nee, ik moet een beroep doen op ordeverstoring, want dat gaat optreden. Ik heb maar heel weinig manschappen om daar tegen in te gaan. En daarvan zegt eigenlijk vriend en vijand veranderen, bovenal in de Tweede Kamer, Johan Voor de Wind, Wilders heeft wat over gezegd, nou, desnoods zet je het leger in, of desnoods zet je meer politiemensen in, maar recht op demonstratie is een fundamenteel recht. Dat mag je niet verbieden. Ja, dat ben ik dus op zich eens. Ik dacht dat ik dat punt ook, maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt, het recht op demonstratie, dat is er.
Maar dat hoeft niet per se op een bepaalde dag, op een bepaald moment, op een bepaald uur te zijn. He, dus want dan zou je ook een recht op confrontatie hebben. En je kan natuurlijk als burgemeester ook wel eens denken, demonstratie oké, maar confrontatie niet. En ik vind dat een burgemeester op zo'n moment een afweging moet kunnen maken. Wat kan deze stad, die al een hoop voor zijn kiezen heeft de laatste tijd, allemaal hebben? En in zo'n geval ben ik bescheiden. Ik bedoel, ik heb niet ooit voor zo'n beslissing gestaan om dan te zeggen dat had hij niet zo mogen doen. Ik bedoel, dat... Dus u heeft daar op zich wel begrip voor, maar het lijkt mij een moeilijke afweging. Ja. Aan de ene kant geef je de een het recht om te demonstreren, om bij elkaar te komen. Maar de ander heeft ook het recht om te demonstreren, maar niet per se op dat tijdstip. Oké, Josbien? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het dilemma... Kijk, los van het feit dat ik niet alle details ken, dus ook niet uiteindelijk een oordeel wil vellen over wat er is besloten, maar in zijn algemeenheid vind ik dat dat wel moet kunnen. Want dat zie je vaker, dat de actie van de een, dat roept een reactie op. En juist op dat moment heeft men behoefte om die ook publiekelijk te uiten het en te demonstreren. Ja. Precies. En ik vind ook dat je normaal gesproken moet je dat faciliteren. Dat vind ik in een democratische rechtsstaat goed. En wat dan vervolgens wel een afweging is dat een burgemeester voor dilemma staat van jongens, hoe zorg ik ervoor dat dit niet uit de hand loopt? Want die twee groepen, het is niet de bedoeling dat het hier een veldslag gaat worden. Nou, dan kan het zijn dat je door allerlei omstandigheden onvoldoende politie hebt om dat op een redelijke manier te doen. Maar je hebt als burgemeester de mogelijkheid bij aangekondigde demonstraties te zeggen van u kunt hier demonstreren, maar ik zeg dat u het zo en daar moet doen. Dus dan kunnen ze ook tegelijk demonstreren. Maar als ik weet van de beschikbare hoeveelheid politie, afhankelijk van allerlei andere factoren, want er zijn andere evenementen, er zijn dingen enzovoort. Door criticasters werd er gezegd, er is veelal wel altijd politie beschikbaar bij die enorme risicowedstrijden. Ja, nee, maar dat vind ik dus ook. Dus ik ben het daarmee eens. Ik vind ook los even van dat ik het feit wat daar precies aan de hand was niet weet, maar dat ik het principieel wel zo vind van er zijn momenten waarop er iets gebeurt waar ik het zelf heel erg mee oneens ben, maar dat is helemaal niet aan de orde. Mijn verantwoordelijkheid is te zorgen dat die democratische rechten van burgers, dat daar ruimte voor is. En dat betekent dat ik in principe vind dat die ruimte er moet zijn, ook voor in dit geval die Christenen voor Israël, overigens volgens mij een tamelijk ongevaarlijke club. Ongevaarlijk in die zin dat ze zeker geen geweld gebruiken. En in dit geval was kennelijk de zorg dat dat andersom zou zijn. Dus dat vanuit de eerste groep men zich tegen die tweede groep zou keren. Nou, dan denk ik van, dan moet je daar van tevoren inschatting maken en zeggen, ik wil een bepaalde afstand wil ik hebben en dat moet de politie kunnen controleren. Even gewoon een informatievraag. Maar ik hoorde even van, afgezien of je het ermee eens bent of niet. Ik denk dat ook bij Abu Talib geen moment zijn eigen opvattingen. Dat mag hoop ik bij geen van ons een rol spelen, ja, waarover het gaat. Even een informatievraag. Vindt u zelf als burgemeester dat hij in dit soort gevallen eigenlijk wel voldoende bevoegdheden heeft? Is er voldoende instrumentarium? Ja, dat vind ik wel. Want wij hebben inderdaad, als het erom gaat om openbare orde, dan de politie is in Nederland, nou, we hebben nu nationale politie, maar als het om gezag over de politie gaat, heeft de burgemeester, als het gaat om dit soort kwesties, vergaande bevoegdheid om te zeggen van het gezag over de openbare orde berust bij de burgemeester. De burgemeester geeft aanwijzingen en geeft ook aan de politie opdracht om ervoor te zorgen dat die worden gehandhaafd. Johan Remkes, hoe kijkt u naar deze casus? Ik ben het in belangrijke mate eens met wat de burgemeester van Haarlem zegt. Ik vond de redengeving van burgemeester Abu Talib niet de meest sterke. Een burgemeester kan wel dat niet toestaan op grond van indringende overwegingen van openbare orde en veiligheid. Maar de beschikbaarheid, zeker als ik even het karakter van de desbetreffende groepering ook in aanmerking neem, de beschikbaarheid van politie, dan maak je inderdaad een afweging op een andere locatie en dergelijke. Dat kun je, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Dat zou ik in dat geval denk ik anders gedaan hebben. Ja. En als we dan de casus een beetje verbreden naar de Eurotop, waar nog niet zo lang geleden preventief een groep demonstranten werd opgepakt in Amsterdam. Ja, daar moet ik achter. Was ook commissaris van de Koning in die periode, kan ik me herinneren. Ja, zeker. Maar de commissaris van de Koning weet gelukkig niet alle, of kent niet alle informatie waar de burgemeester wel
mee wordt opgezadeld. U hield dus, zich verre van de eurotop. Dus de overwegingen die daar voor de burgemeester hebben gegolden, die ken ik niet. En dan zou ik echt wat meer informatie moeten hebben over wat wel en niet dreigde en de omvang. Ook hier natuurlijk een vrij principieel punt, even los van hoeveel dreiging. Er werden daar gewoon preventief een aantal honderdtal demonstranten geboeid op de grond neergezet. Volgens het motto, geen demonstratie. Ja. En kijk, er is voor mij bij dit soort vragen altijd één belangrijke overweging. Is het proportioneel of niet? Want, we hebben het over een Europese wet en moraalkader wat we de afgelopen 50 jaar gebouwd hebben. En daar demonstreerde een groepje tegen. Ja, en daar is op zichzelf helemaal niks tegen. Nee. Maar ik kan niet helemaal inschatten wat daar op de achtergrond speelde. Het is pure nieuwsgierigheid overigens. Ik probeer u niet in het nauw te brengen. Maar het gaat me echt om, als je dit bestuurlijk moet afwegen. U geeft net aan, we hebben A als burgemeester eigenlijk voldoende instrumentarium. B, we vinden het heel belangrijk dat die vrijheid... Hier gebeurt één ding. Ja? Misschien is het toch goed om dat even te zeggen. Kijk, als zo'n demonstratie niet is aangekondigd. En sommige demonstranten die willen dat niet. Maar dat is dus wettelijk, wordt dat geëist. Ja. Dan maak je het voor de politie en daarmee uiteindelijk voor de burgemeester ook wel heel ingewikkeld om bij een zo beladen iets, waar zoveel staatshoofden en regeringsleiders bij elkaar komen. Daar zitten heel veel veiligheidsmaatregelen. En dan komt daar een groepje wat geen toestemming gevraagd heeft of geen toestemming gekregen heeft. En die gaat daar iets doen en dan moet je een inschatting maken van zitten daar nou mensen bij die misschien kwade bedoelingen hebben. Ik vind de bevoegdheid die daar is geuit, zo is het dus geregeld in Nederland. Als jij daar gaat demonstreren zonder dat je dat hebt aangekondigd, dan mag de burgemeester zegt, dan kan de politie zeggen van ja, de burgemeester heeft hier geen toestemming voor gegeven. Wij leggen u nu hier op de grond, want wij vinden het een veiligheidsrisico. Het kan ook zo zijn dat men zich niet houdt aan de voorschriften die gegeven zijn bij de demonstratie, omdat men die niet wil erkennen of zo. En ook dan kan de politie ingrijpen. En ik moet zeggen, bij dit soort buitengewoon beladen in de huidige veiligheidssituaties, kan ik begrijpen in ieder geval dat het dan tot zo'n escalatie leidt, waarbij ik niet uitsluit dat dit heel vredelievende demonstranten waren die je misschien helemaal niet op die manier had. Peter schrijft, doelmatig of principieel? Dat is dan de vraag. Ja, die kan ik nu ook niet meer beantwoorden, geloof ik. Nou ja, sorry. Ja, nou, één punt. Deze is er wat lastig. Ik snap die veiligheid rond zo'n top en het al of niet aangekondigd zijn en toestemming gekregen hebben voor een demonstratie speelt dan een rol. Ik wil wel een ander voorbeeld noemen. Heel recent, een minister uit Eritrea die hier een toespraak zou komen houden bij een bepaalde conferentie. En waarvan de burgemeester in eerste instantie zegt, ik kan daar niks aan doen. En dan komen er een aantal jongeren demonstreren dat ze dat niks vinden. En vervolgens verbiedt de burgemeester die bijeenkomst. Het is altijd heel gevaarlijk om een collega te bekritiseren als je niet precies weet hoe het zit. Maar ik moet wel zeggen dat ik dan met verbazing kijk, omdat ik denk van jongens, we moeten niet terechtkomen in een situatie dat als iemand ergens maar problemen mee heeft en zegt ik ga er tegen demonstreren, dat we dan, wat is dus trouwens het omgekeerde als wat er in Rotterdam gebeurde, dat zou erop neerkomen dat de burgemeester van Rotterdam gezegd had, oh, de christenen van Israël staan daar, oh, dan verbied ik nou die Palestijnse dingen die ik al lang toestemming had gegeven, die ga ik alsnog verbieden. Die kant moet er gewoon niet uit. Dus... Nou, ik vind wel dat je echt zo nu en dan principieel ervoor moet staan van we hebben hier een recht op demonstratie, we hebben hier een recht om je mening te uiten. Zolang je de partijen van tevoren aanvraagt. Ja, je moet wel de autoriteiten in staat stellen om hun verantwoordelijkheid te nemen om dat op een veilige manier te doen. Okay, en als je dat niet doet, dan moet je ook niet zeuren als er vervolgens door de politie gezegd wordt van jongens, wacht eens even, er is geen toestemming gegeven, lijkt ons gevaarlijk, we overzien het niet en dat er dan wordt ingegrepen. Nou ja, ik denk dat inderdaad de regulering van het demonstratierecht bedoeld is om te zorgen dat iedereen kan demonstreren. Dat daar inderdaad, omdat het regulering is, wel het een en ander aan vastzit. Ik woon in Utrecht en daar hebben we de laatste half jaar een paar keer Pegida-demonstraties en tegendemonstraties gehad. En dat is op verschillende locaties gebeurd. En er was wel veel politie inzet, maar niet meer, denk ik, maar dat zeg ik als toevallige observant, dan bij een gemiddelde thuiswedstrijd van FC Utrecht. Dus ik heb het gevoel dat het op die manier
Dat je toch wel heel ver komt als het gereguleerd wordt. Maar wat betreft de eurotop, ja, kijk, dan kom ik wel met het punt van, het is aan twee kanten spannend. Het is aan de kant, spannend aan de kant van degene die moeten zorgen, de verantwoordelijkheid hebben, dat geen staatshoofd gekrenkt wordt en er ook geen ruit wordt ingegooid in de vergaderzaal. Maar aan de andere kant is er ook spanning bij degenen die onder een gebiedsverbod vallen, die ernstige bezwaren hebben en noem het allemaal maar op. En nou, die zijn inderdaad, wat ik net zei, ook onderhevig aan regulering van de demonstratievrijheid. Maar dat moet ook goed uitgelegd worden. En ik vind wel dat dat eigenlijk dus niet gebeurt. Als er zo'n crisis geweest is, dan haalt het openbaar bestuur opgelucht adem. En dan komt er geen explicatie van waarom het nou per se nodig was. Er wordt niet echt verantwoording afgelegd, behalve misschien als de raad een beetje gaat zeuren. Maar hier in Amsterdam is, voor mijn gevoel, had het beter uitgelegd, toegelicht en verdedigd kunnen worden. En ik denk dat dat wel een plicht is van bestuurders die zulke zwaarwegende maatregelen nemen. Waarbij inderdaad ook mensen in de boeien worden geslagen en afgevoerd op een manier waardoor de argeloze burger althans denkt, hier worden rechten geschonden. Dat moet uitgelegd worden, moet verdedigd worden. Ik denk dat de burgemeester van Amsterdam hier zonder meer een brief over aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Ja, een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Maar dat is, ik pleit voor toch wat meer proactief of publiek. Bij het gesprek met de burgemeester van AT5 daar nog een beetje op terugkomen. Dat, Bijvoorbeeld, ik bedoel, je hoeft natuurlijk ook niet alles voor te kouwen. Laat ik het zo maar even zeggen. Ik bedoel, ik ga op het moment dat de burgemeester van Amsterdam een brief aan de raad stuurt, dan ga ik er ook vanuit dat de kritische journalisten als waakhonden van onze democratie daar ook nader op doorvragen. Oh, prima. Maar ik heb het gevoel dat naarmate het relatie tussen de burger en de burgemeester directer wordt, dat er ook wel iets terug mag komen. U bent in het functioneringsgesprek met de heer Van der Laan er niet op teruggekomen, begrijp ik. Nou, dat functioneringsgesprek met de heer Van der Laan. Oh ja, dat is natuurlijk weer heel geheim. Daar vertel ik helemaal niks over. En overigens ben ik van opvatting dat wij, en hopelijk duurt dat nog geruime tijd, een uitstekende burgemeester van Amsterdam hebben, die zijn verantwoordingsplicht altijd zeer op een voortreffelijke wijze en zeer serieus invult. Goed. Ik wil tot slot jullie nog twee soort morele vragen voorleggen. Want die zijn eigenlijk uit het essay van Peter te herleiden. Mag een gezagsdrager wat jullie betreft nou heden ten dagen weigeren om overheidsbeleid uit te voeren? Bijvoorbeeld als hij of zij vindt dat dat beleid in strijd is met de rechtsstaat, of als het tegen zijn eigen of haar eigen morele kompas ingaat. Wat vindt u? Ik heb zojuist een opmerking gemaakt over de scheiding tussen de situatie waarbij je in een democratische rechtsstaat leeft en waarbij dus regels en afspraken volstrekt legitiem op de goede wijze tot stand komen en de situatie waarbij dat niet het geval is. In zijn algemeenheid dient de bestuurder in Nederland de regelgeving na te leven. En als dat In strijd is, daar hebben we het zojuist over gehad. Hè? Want hier is niet even heel strikt de situatie vast te stellen dat de strijd is met regelgeving. Daar is een heel verhaal omheen. Dus dat zou mij veel te simpel zijn. En als een burgemeester, of wie dan ook, dat kan ook een ambtenaar zijn. We hebben natuurlijk ook de discussie gehad over weigerambtenaren bijvoorbeeld. Als mensen het oneens zijn met besluiten die langs democratische weg tot stand zijn gekomen en ook echt principieel oneens, dan kan er maar één antwoord zijn en dat is ontslag nemen. Dan moet je je eigen consequentie aanvaarden. Zo is het. Mevrouw Verbeet? Nou, ik heb net het voorbeeld van André van der Lauw genoemd, die toen echt zeg maar, op zijn eigen waardepatroon voer en afreisde naar Chili. Was natuurlijk omdat het daar politieke mensen betrof veel makkelijker beslissing dan waar jullie op dit moment voor staan. Dus dat vergelijk ik op geen manier. Maar dat was ook niet in strijd met regelgeving. Nee, nou, hij voerde een stukje buitenlands beleid waar hij als burgemeester van Rotterdam. Ja, daar liggen burgemeesters tegen. Dat doen burgemeesters wel vaker. Oké. Nou, het werd toch bijzonder gevonden. Verder denk ik dat je
Net als een psychiater moet weten waar zijn eigen ellende zit. Dat je als burgemeester je bewust moet zijn van waar je je eigen opvattingen hebt die je kunt hebben. En waar het de wet betreft en gewoon de meerderheid van de raad. Dan moet je, dat je de wet moet naleveren en rolvast moet zijn. Vooral dat laatste, dat staat wat mij betreft boven alles. En als dan nog er een ding is waar je, waarvan je zegt, dat kan ik echt niet meemaken, ja, dan is het optreden of aftreden. Jos? Ja, in grote lijnen ben ik het daarmee eens. Als je in een democratische rechtsstaat leeft, dan is het ook goed dat je rechtsstatelijk optreedt. Als je dat als gezagsdrager niet doet, en daar was ik het wel mee eens in de inleidende lezing ook, je moet wel heel erg goed weten wat je doet. Als je zegt van, en ik ga openlijk zeggen van, dit is het democratisch tot stand gekomen, dit is de wet, dit zijn de regels, maar ik ga me daar niet aan houden. Want op grond waarvan denk je dan dat de volgende keer een burger wel naar jou luistert als jij je bevoegdheden gebruikt? Dat is de ene kant. Aan de andere kant moet ik wel zeggen dat ik vind dat, laat ik twee dingen noemen waarbij je soms, vind ik, ook moet opstaan en zeggen dit kan zo niet. Soms word je geconfronteerd met consequenties van op zich democratisch aangenomen regels, waarvan je zegt van jongens, dit kan zo gewoonweg niet. En dan moet je dat ook publiekelijk durven zeggen en moet je daar ook stem tegen verheffen en zeggen waarom je vindt dat het zo niet kan. En dan leidt dat in Nederland over het algemeen tot een maatschappelijke discussie en niet tot een hele heftige afrekening. En ik vind dat eerlijk gezegd ook een goed van ons democratisch bestel, dat dat kan. Dus dat is één. Het tweede, dat is dat ik wel de neiging heb om te zeggen, het geweten en dan toch, hoewel ik ook de oneindige verschil met de oorlog, waarin het ook leven en dood was en waarin je te maken had met een monsterlijk, afgrijzelijk, moordend regime. Hoe ga je daarmee om? Dat is van een volstrekt andere orde aan de ene kant. En toch denk ik, als je echt in geweten, en daarvan vind ik dus, dat is niet de flauwekul van ja, dat vind ik of zo. Nee, als je echt in geweten het gevoel hebt van hier gebeurt iets wat echt niet kan. En ik denk dat wij gelukkig in een land leven waarin dat zelden aan de orde zal zijn. Maar als je het vindt, dan denk ik dat je dat ook in dit land kunt zeggen en mag zeggen. En dan is het dilemma of je dan, als je dat gezegd hebt, vervolgens zou moeten aftreden. Dat kan de uiterste consequentie zijn en die moet je dan ook durven nemen. Maar het zou ook kunnen zijn dat er gezegd wordt van, nou, wij vinden dat zo'n gewetensvolle afweging, als dat publiekelijk wordt toegelicht, dat ook geaccepteerd wordt. Ja. Ik sluit dat in ieder geval niet uit. Oké, komt ook mooi overeen, denk ik, met een aantal van de aanbevelingen die Peter hier ook aan het eind van zijn essay opschrijft. Nou ja, dat je dus verruimt, dat je de discussie verruimt, dat je het niet alleen maar in eenzaamheid hoeft op te lossen. Nee, dat is waar. En kijk, ik heb zelfs gezegd dat over de Tweede Wereldoorlog was het aftreden niet onder alle omstandigheden de meest productieve manier om een probleem op te lossen, laat ik het zo zeggen. Nee, dan is de gewetensvolle afweging misschien precies, dat je gewoon volstrekt onwettig bezig bent, maar gebruik maakt van je positie om daardoor groot kwaad te verhoeden. Maar in de huidige, ik bedoel, ik sluit me aan bij alles wat jullie zeggen over de staatelijke context waarin we nu leven. Het is natuurlijk in abstracte zin opnieuw niet ondenkbaar dat in een land zoals bijvoorbeeld in Hongarije of wat er ook verder gebeurt over 10 jaar, dat die rechtsstatelijke omgeving aan het afbrokkelen is. En dan kan ik me voorstellen dat een bestuurder zegt van, moet je horen, het nationale kader is tot daaraan toe, maar we hebben ons ook tot hogere waarden verplicht. En dat zou een grond kunnen zijn om je op te beroepen om in de oppositie te zijn, om je bezwaar kenbaar te maken. Hopelijk kan dat dan ook nog steeds publiek. Hopelijk kan dat ook met een beroep op de normen waar je voor wilt staan. Maar ja, uiteindelijk is dan nog steeds de kwestie van, stap ik op of ga ik voluit in het verzet? En, nou ja, dat is natuurlijk de volgende stap, hè? Ja. Want er is één, en dat vind ik zo grotesk om dat in de huidige Nederlandse situatie te zeggen. Maar goed, als je dan toch doordenkt, en zo gek is het ook weer niet als je kijkt naar Polen en als je kijkt naar inderdaad Hongarije.
of Turkije. Er kan een situatie komen dat je zegt, en die hebben we in dit land ook gehad, er is net al aan de 80-jarige oorlog gerefereerd, dus laten we dat nog één keer doen, dat je zegt van ik zit hier in deze verantwoordelijkheid en hier gaat het om zulke essentiële dingen dat ik gewoon weiger om dit te accepteren en dat ik probeer de mensen daarin mee te krijgen. Maar dan praat je over openlijk verzet. Ja. En ik vind dat in Nederland op dit moment volstrekt niet aan de orde. Oké. We gaan eens even kijken of er vanuit deze discussie ook vragen vanuit de zaal zijn opgeborreld. Die misschien toch echt om een prangend antwoord vragen. Wie van jullie wil eventueel het woord om aan ons panel een vraag voor te leggen? Nou, een aantal mensen kijkt nu heel benauwd. Ik denk niet. Hij zal toch niet aan mij blijven. Ik ben niet zo in deze discussie geneigd om nu per se bij iemand de microfoon onder de neus te duwen. Dat gaan we niet doen. Maar als u echt serieus denkt, nou, dit wil ik toch nog wel even weten. Of hoe zit dat rechtsstatelijk? Of hoe gaat u met een bepaald dilemma om? Misschien toch ook nog even bij onze inleider dan, Maurice? Mag ik straks een laatste woord? Dat mag. Dat vind ik wel leuk om even te reflecteren vanuit jouw positie als inleider. Mag je ook even uitleiden. Goed. Dan nu nog mensen in het publiek. U wilt reageren? Ja. Zeg even wie u bent en wat u vraagt. Mijn naam is Marcel Keuler. Ik had heel kort de vraag. Ja, door internet en door allerlei omstandigheden wordt natuurlijk steeds zichtbaarder wat er allemaal gebeurt. U had ook over dat alles publiekelijk moet. Hoe ziet u dat? Is daar nog een recente wijziging in? En verwacht u nog dat daar nog meer in gaat veranderen de aankomende tijd? Nu dat steeds zichtbaarder wordt? Ik bedoel denk ik ook de druk die daarmee op mensen kan komen te staan. De kortademigheid, de druk van de media. Jos Wien, leidt dat tot een ander gevoel als bestuurder? Ik vind in ieder geval een dilemma. Ik merk wel dat bijvoorbeeld rond de wet openbaarheid bestuur, dat het elke keer dan weer de vraag is van ja, aan de ene kant wil je transparant zijn. Is het ook goed dat we transparant zijn en dat we niet allemaal die overwegingen voor onszelf houden? Er werd net ook iets over gezegd. Aan de andere kant, als het gaat over veiligheid, kun je sommige dingen gewoon niet zeggen. Dus die druk die is er inderdaad. Ik heb wel het idee dat we daar nog op een redelijke manier mee omgaan. Waar ik het ook zie botsen, dat is in de discussie over bijvoorbeeld veiligheid en privacy. Van hoe ver ga je in het steeds verder, ook als overheid, extra informatie vergaren. Waarmee je in de persoonlijke levenssfeer van mensen terechtkomt, omdat je dat voor de veiligheid denkt nodig te hebben. Daar zitten grenzen aan. Ik vind dat we soms in wat theoretische discussies blijven steken. Dan denk ik van jongens, kom op, laten we hier alsjeblieft stoppen met op zo'n manier ermee omgaan. Dat dus praktisch. Aan de andere kant, ik zie wel dat er ook een risico in zit. Een overheid die op een gegeven moment steeds verder gaat in informatie verzamelen. En van daaruit burgers in hun vrijheden beperkt. Ja, dat is ook een heel gevaarlijke weg. Dus op den duur. Wat ik er maar mee aan wil geven is dat u gelijk hebt dat hier een probleem ligt. Nou ja, de heer Remke zei net, ja, ik verwacht dan dat de journalisten in het geweer komen, dat die dan de bestuurderen bevragen. Ja, die zullen stukken vragen op basis van de wet openbaarheid bestuur bijvoorbeeld. Maar er is natuurlijk ook zoiets als een opkomende democratisering van de burger, die door middel van allerlei fora en social media activiteiten dat ook demand, dat ook begint te bevragen. Zeker ook juist in gebieden waarvan we weten dat de lokale journalistiek juist is teruggevallen. Die rol helemaal niet meer op zich kan nemen. Dus hoe gaan we met dat? En die dat vervolgens gaan delen. En als er nou iets in het asieldebat echt heel ingewikkeld was, dat is dat de meeste mensen voor hun informatie op internet terechtkomen bij bronnen waarvan ik denk van het is evident onjuist. Maar dat is wel wat heel veel mensen als waarheid percipiëren. Iedereen weet toch dat. En dan je hoeft dus sommige internetsites maar langs te lopen. En dan krijg je alle incidenten die er waar dan ook in Europa gebeurd waren. En als je die op een rij zet, dan zeg je jongens, wat een drama als je een AZC in je gemeente krijgt. Terwijl de werkelijkheid is dat daar maar heel weinig, relatief gezien dan, heel minder dan in een gemiddelde woonwijk. Aan problemen aan vastzit. Nou, dan denk ik dat is de werkelijkheid. Maar ondertussen via social media is er een heel ander beeld ontstaan. En daar heb je wel mee te dealen. Ja. Nou ja, misschien is een van de gevolgen van wat u schetst, dat je als volksvertegenwoordiger en als bestuurder je nog veel meer bewust moet zijn dat je je dilemma's dus ook deelt met burgers. En daar, nou ja, ik ben dan ook behalve oud-Kamervoorzitter, voorzitter van het Nationaal Comité. En dat zijn dingen die ik nou ontzettend graag in de gesprekken
die ik dan op die vrije 5e mei zou willen voeren met u allemaal, ook zou willen die dilemma's met elkaar delen. Aangeven welke afweging je gemaakt hebt. En je moet dus bereid zijn als bestuurder en volksvertegenwoordiger om ook gevierendeeld te worden over de besluiten die je genomen hebt. En dat is niet altijd leuk. En er zijn ook niet lang niet alle burgemeesters volgens mij en ook niet volksvertegenwoordigers op voorbereid dat je het eigenlijk nooit goed doet. Echt nooit. De prijzende mailtjes die zijn zeer zeldzaam. En dat je al blij bent als je mensen hebt kunnen overtuigen van waarom jij dan uiteindelijk dan toch die beslissing genomen hebt. En dan weet je ook nog dat je maar heel weinig tijd hebt om in de media zo'n verhaal of het voetlicht dus te brengen. Meer dit is delen al te lang, van de bestuurlijke dilemma's. Nou, en maar ook informatie. Want toch nog even, want nu ik erover doordenk, denk ik van er zijn ook voorbeelden waar wij te benauwd zijn en daardoor zelf bijdragen aan een verkeerde sfeer. Als het gaat over die asielzoekers. Ik zei al, van als je op internet keek, zag je echt allemaal dramatische verhalen. En op een gegeven moment had ik zelf zoiets van, ja, maar het is toch idioot. Ik was burgemeester van een gemeente met een AZC met 1200 mensen. Ik had beeld van hoe het zat. Maar niemand weet dat, want die cijfers worden niet gegeven. En op een gegeven moment, en dat is het gekke, want dan gaat het een eigen leven leiden. De Telegraaf die vraagt dan op basis van de wet openbaarheid bestuur die cijfers op. En dan zijn we zo benauwd, althans sommigen, dat ze zo lang mogelijk proberen om die gegevens niet te geven. Waardoor de sfeer ontstaat. Ze hebben wat te verbergen. Ja, alsof er heel veel te verbergen is. Ik heb op een gegeven moment gezegd van ik wil die cijfers van Katwijk gewoon geven. Maar dan wel tegelijkertijd met de cijfers zoals voor de hele gemeente gelden. En dan constateer je, en dat is echt gewoon waar. Ondanks het feit wat de Telegraaf afgelopen zaterdag geloof ik in de krant had staan. Maar het aantal incidenten bij de bewoners van het AZC in Katwijk was 2,5 keer zo laag als het gemiddelde van het aantal politieincidenten per Katwijker. Kijk, als je die cijfers gewoon alleen maar sec neemt, er waren 102 incidenten geweest in een jaar, en je neemt ze sec, dan zeg je, jongen zeg, 102 incidenten, dat is 2 per week. Dat is een drama. Op het moment dat ik zeg van ja, en dat is dus 2,5 keer zo weinig als het in een gemiddelde... Om deze discussie ging het natuurlijk niet meer. Het beeld werd gewekt dat er informatie achtergehouden werd en dus... Ja. Dat klopt, En nee, maar dat is ook mijn reactie. Dat ik denk, soms moeten we ook niet te benauwd zijn. Geef de informatie nou juist wel. Want door de informatie te geven, ontstaat er ook een sfeer waarin je een reële discussie kunt voeren met elkaar. En niet alleen maar op basis van beelden. Goed dat de vraag gesteld werd en dat we er nog weer wat meer over... Ja, mag ik hier nog even nog wel een opmerking? Want wat volgens mij... Want kijk, dit is wel de wereld waarin het openbaar bestuur de komende jaren... zal moeten leven en functioneren. En daar is het openbaar bestuur nog niet in alle opzichten goed op ingesteld. Nee. Waar we het nog niet over gehad hebben, dat is in mijn beleving, en die discussie is natuurlijk ook recent, de discussie over informatiemanipulatie. Ja. En die dreiging en de antwoorden daarop, die staan mij op dit ogenblik nog niet scherp op het netvlies. Want dat betekent dus tegelijkertijd ook het risico dat onze democratische besluitvorming gemanipuleerd wordt. Ja, de desinformatie, de fake news, et cetera. U wilde ook een vraag stellen. Thijs Jansen, Universiteit van Tilburg. Ik had de volgende vraag. Uit allerlei empirisch onderzoek blijkt dat de afgelopen jaren de behoefte bij burgers in allerlei landen aan, laat maar zeggen, meer autoritair of stevig leiderschap enorm is toegenomen. Dat is ook in Nederland zo. Dat zien we natuurlijk in populisme, het opkomend populisme overal. Ook in een aantal leiders die nu aan de macht gekomen zijn. In dat verband zou het best eens kunnen zo zijn dat de discussie over de gekozen burgemeester in Nederland ook meer vleugels gaat krijgen. Dat is al, dat hangt zo al alsmaar een beetje boven de markt. Het zou kunnen zijn dat dat daardoor ook een impuls krijgt. Ik zou graag willen weten wat dat zou betekenen voor dit onderwerp. Oké, interessante vraag. Wat betekent dat voor de dan
ontstaande discussie over gekozen burgemeester, hoe men zich gaat positioneren, misschien überhaupt in relatie tot het meer machtige bestuursgevoel? Ik had zojuist willen zeggen, in de richting van Jos Wienen, het goede nieuws is dat de onafhankelijke benoemde burgemeester nog altijd een van onze functionarissen is die het meeste vertrouwen geniet. Dat was voor, zeg maar, de asielcrisis het geval, en dat was ook na de asielcrisis het geval. Nou, hoor je ik er even van uitgaat dat het feit dat ze door de kroon worden benoemd automatisch die gezagspositie heeft opgeleverd. Dat is natuurlijk de vraag. Ik denk dat de kern van deze discussie is de onafhankelijkheid van de burgemeester. En die onafhankelijkheid die kan en die is in het huidige systeem nog goed gewaarborgd, en die kan ook in andere systemen wel goed gewaarborgd worden. Het laatste wat wij, wat mij betreft, moeten doen, dat is kiezen voor een door de raad gekozen burgemeester, want dan weet je in ieder geval zeker dat de afhankelijkheid van de burgemeester van de gemeenteraad alleen maar groter wordt, en die is de afgelopen jaren al opgeschoven. Dus dat is een richting waarin we wat mij betreft niet in moeten. Ik sluit niet helemaal uit dat we de discussie over de rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester nog weer krijgen. Maar dan gaat die ook niet lopen langs de lijn van daar kandideert zich een Partij van de Arbeid burgemeester en daar kandideert zich een CDA burgemeester. Nee, daar kandideert zich die en die voortreffelijke bestuurder die burgemeester van onze gemeente wil worden. Nou ja, en die of die onafhankelijke kandidaat is, die zegt ik ga het hier even schaffen, want het huidige bestuurder die dat slaat geen deuk in een pakje boter. En dat is denk ik waar u ook op doelt. Dat u zegt, ja, er is een behoefte aan die sterke positie, ja, aan die sterke leider. Nee, en daar komen onafhankelijk. Maar die discussie wordt op dit ogenblik ook gevoerd. Er ligt natuurlijk niet voor niks op dit moment een voorstel voor tweede lezing straks bij de Kamer. Bij beide Kamers om de benoemingswijze te deconstitutionaliseren. Ik weet niet hoe dat politiek afloopt. Er zijn de afgelopen tijd, en volgens mij is Jos Wienen daar ook bij een aantal van die bijeenkomsten geweest, discussies geweest over de aanstellingswijze van de burgemeester. Dus, en ik sluit ook niet uit dat deze discussie aan de formatietafel terugkomt. Maar er zijn wat mij betreft twee dingen centraal. Als je praat over de aanstellingswijze van de burgemeester, dan praat je ook over het totale lokale bestel. Want je kunt niet even geïsoleerd die discussie voeren over die aanstellingswijze. Dan praat je ook over de vraag welke bevoegdheden krijgt die burgemeester in die situatie dan. En dat heeft een aantal vergaande consequenties. Okay. Maar wel alles in de goede volgorde. Beter nog een reactie echt op de vraag van ja, het zit misschien gewoon in de trend van de tijd. Dus dan heb je er maar mee te dealen. Nou ja, ik denk eigenlijk dat het constitutionele kader wat meneer Remkes schetst, dat geeft ook weer een dilemma aan. Laat je een burgemeester kiezen door de bevolking, hoe is dan zijn verhouding of haar verhouding tot de raad? Daar moet wat over beslist worden en iets heel fundamenteels, want anders dan krijg je iets scheefs. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat er natuurlijk ook naar de burgemeester wordt gekeken op grond van het politieke, sociale kapitaal wat hij inbrengt en vooral het gezag wat hij of zij in staat is op te bouwen. Ik vind het een van de meest interessante dingen van de burgemeestersambt dat het toch uiteindelijk na verloop van tijd heel erg gaat draaien om persoonlijk gezag, zowel naar de gemeentelijke bestuursorganen toe als naar de bevolking in het algemeen. Daarop wordt de burgemeester ook steeds meer afgerekend. Of dat hetzelfde is als een roep om een sterke, krachtdadige bestuurder, dat weet ik niet. Maar het zou ermee samen kunnen vallen. Wat mij in mijn onderzoek naar de Nederlandse burgemeesterskorps in de Tweede Wereldoorlog is opgevallen, is dat er zelfs enkele, ik zeg niet veel, maar enkele NSB-burgemeesters zijn geweest die op grond van hun persoonlijk optreden aan het eind van de oorlog zoveel gezag hadden dat er door de bevolking werd, de plaatselijke bevolking voor werd gepleit dat ze toch maar aan mochten blijven. Dat zegt niet alles over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, integendeel, maar het zegt wel over de mogelijkheden die de functie biedt om er toch zelf wat van te maken. En ik denk dat dat nog steeds het geval is. Ik stel voor, nou ja, één ding. Ik kom nogal eens in andere Europese landen. En wat mij opvalt, dat is dat in
aantal jaren geleden werd er toch echt met heel veel bevreemding gekeken naar het Nederlandse systeem. Zo van, dat kan toch niet waar zijn? Nederland? Hebben jullie een burgemeester die benoemd wordt door de regering? Nou ja, men vond dat raar. En nu kom ik steeds vaker tegen dat men zegt van, tjongejonge, wat een mooi systeem hebben jullie eigenlijk. Eén voorbeeld, ik had contact met de burgemeester van Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Op een gegeven moment waren verkiezingen geweest. En toen had ik contact met zijn opvolger en het bleek dat de vorige, die zat in de gevangenis. Die tegenstellingen in die politiek is zo dramatisch. Je kunt je nauwelijks voorstellen hoe daar animositeit bestaat. Hoe men elkaar bekampt op een verschrikkelijke manier. Dan zitten we wel heel ver in het oosten. Maar ook in andere Europese landen dat men het gevoel heeft van die polarisatie in de samenleving. Dat is heel erg lastig. En wij hebben in Nederland een systeem waarbij een burgemeester kwaliteiten qua probeert te verbinden. En persoonlijk vind ik zelf van je zult wel als stevige bestuurder er moeten staan. Anders hou je het niet vol in deze tijd. Maar het is wel een heel mooi systeem dat de meest uitgesproken vertegenwoordiger van het naar de burgers toe van het bestuur, het politieke bestuur, niet iemand is die de tegenstellingen aanwakkert, maar iemand is die de verbinding zoekt. Benoemd en vervolgens persoonlijk gezag. Tot slot, mevrouw Verbeet. Nou ja, ik wijs een beetje op onze geschiedenis. En ik denk dat wij in Nederland tot eeuwen terug zo'n in de grond democratische traditie hebben. Dat ik nou niet zo heel bezorgd ben voor een roep om het soort leider waar jij volgens mij, waar u volgens mij aan refereerde. Maar misschien hoop ik dat ook alleen maar heel erg. Ik neig als het gaat om gekozen of benoemde burgemeester echt op twee benen. Eigenlijk vind ik het vrij achterlijk dat wij hier geen gekozen burgemeester hebben. Maar ik deel helemaal jouw opvatting dat je dan het hele bestel, want dan moet hij ook echt ergens over gaan. En ik vind eerlijk gezegd wel dat de huidige politiek heel instabiel is. En ik zou, zeker landelijk, daarom pleit ik al een aantal jaren voor een vaste verkiezingsdatum, zoals bij de gemeente. Dat je het gewoon een aantal jaren moet doen met een bepaalde uitslag. Zou niet hopen dat het in de gemeente ook nog weer instabieler werd door dat soort veranderingen. Goed, we gaan nu geen discussie meer voeren over het electoraal stelsel. Nee, we gaan naar Maurice Adams, want die heeft aangekomen een kort exposé te geven ter afsluiting van deze avond. Maurice, ga je gang. We zijn overruld. Overruld. Heb je even jouw microfoon? Ik heb 4, 5 pagina's aantekening gemaakt, ga ik niet doen. Maar ik had mij vast voorgenomen, voordat ik aan het woord kwam, dat ik de naam en de plaats van de gemeente, burgemeester waar ik woon, niet zou vermelden. Ik geloof dat het 10 seconden heeft geduurd voordat de kroon werd ontbloot. Heijmans uit Weert, jawel. Dus ik ga morgen mijn excuses aanbieden en gelijktijdig een functioneringsgesprek met hem aan. Want als ik goed heb geluisterd, moet hij zich rechtspositioneel herbezinnen. Niet waar, want ik geloof dat jullie het wel met me eens waren dat er toch al het een en ander fout was gegaan. En er werd op een gegeven moment gezegd, nou, dan moet je kiezen uiteindelijk, namelijk ontslag nemen of doen wat de wet vraagt. Ik zet het even sterk in de verf. Maar wat mij opviel is dat er wordt op dit moment in Nederland eigenlijk, als het over al, kijk, rechtsstatelijke vraagstukken die tonen zich vaak als dilemma's. En dan spreek ik een beetje als jurist, als ik dat mag. Er is ontzettend veel mogelijk, ook voor burgemeesters. Juridisch gezien is creativiteit mogelijk. Er is, dat is een beetje voor de fijnproevers, maar de burgemeester van Haarlem zal het herkennen. En ongetwijfeld de commissaris ook, artikel 172a van de gemeentewet. En mijn burgemeester had hele andere dingen kunnen doen. Hij heeft heel goed gekeken naar zijn gemeenteraad. Ondanks dat die gemeenteraad hem niet kiest, in zekere zin natuurlijk wel heel erg moet steunen. Heeft hij toch dat voor hem opgezocht om de schouderklopjes te vinden. Maar hij had ook kunnen zeggen, kijk, misschien moet ik wat meer politie gaan inzetten. Misschien moet ik die mensen niet gewoon vastzetten in dat asielzoekerscentrum. Maar moet ik gewoon zeggen, u mag op bepaalde plaatsen in deze gemeente niet komen. Daar zit de ruimte namelijk die hij heeft. Het is blijkbaar allemaal niet onderzocht. Ik vraag me af, wat is er eigenlijk precies gebeurd in die driehoek? In dat overleg, want dat moet er ook zijn geweest. Dus ik pleit ook een beetje voor, laat ik zeggen, juridische creativiteit. Het grotere punt wat hier ter tafel lag, lijkt mij te zijn, wat is nu het omslagpunt? Meneer Remkes heeft dat aan het begin van het debat al geponeerd. Nou ja, in een democratische rechtsstaat, dan hebben we natuurlijk een heel ander debat dan wanneer we daar niet meer van spreken. Maar wanneer spreken we daar niet meer over? Dat is dan een interessante vraag. En dat debat zou ik eigenlijk verder willen voeren. Ook in de wetenschap gebeurt dat
ja, naar mijn smaak wat te weinig. Wat is nu precies het omslagpunt? Het omslagpunt waarvan je kunt zeggen, hier is een, ja, wat je zou kunnen noemen, een op vrijheid gerichte bureaucratie. Ja, heeft vele grote voordelen als je in een bureaucratie woont. Dat woord heeft meestal een negatieve connotatie. Nou, niet voor mij, niet noodzakelijk voor mij. En wat is het omslagpunt tussen een op vrijheid gerichte bureaucratie en wanneer slaat dat om in een, ja, wat je zou kunnen zeggen, een onderdrukkende of manipulatieve democratie? Wat is dat? Was dat mevrouw Yates? Is de Verenigde Staten geen democratie? Interessante vraag, hè? Ik heb de stelling geponeerd dat ik wel wat sympathie heb voor haar standpunt. Maar goed, ze had andere opties ook kunnen, heeft ze ongetwijfeld overwogen, aftreden, waarom niet? Ze zat er heel tijdelijk. Ze neemt ook haar eigen verantwoordelijkheid. Ja, heeft ze gedaan, vandaar mijn sympathie. Maar wat heel belangrijk is, ze had ook aandacht kunnen besteden aan de instituties. Daar wil ik nog iets over zeggen. Namelijk de rechterlijke macht die het werk gewoon doet en onafhankelijk blijkt te zijn en goed functioneert. We framen de 20ste... En die grens is natuurlijk nooit helemaal zwart-wit. Nee, precies. Het is een kwestie van discussie en debat. Dat loopt in elkaar over. Laten we als voorbeeld nemen Turkije. Ik kan mij goed voorstellen van een Turkse burgemeester die ziet dat er honderden mensen in zijn gemeente op willekeurige basis worden opgepakt. Dat die bij zichzelf denkt, ik ga daar iets aan doen. Er zijn op dit en moment... Ik kan niet langs het medelat aangeven van Turkije is op dit ogenblik geen totale democratie meer. Of Turkije heeft de democratische rechtstaat. Goed, Maurice, over de volle... je hebt een interessante vraag opgeroepen. En dat is dus de vraag, waar ligt dat omslagpunt? Maar dat gaan we vanavond niet meer redden. Ik geef je de mogelijkheid nog één punt aan de zaal mee te geven. En dan gaan wij dit debat sluiten. De aanval op de rechtsstaat, we hebben lang gezegd, de 20e eeuw was de eeuw van de mensenrechten. Hè? Dus vanaf na de Tweede Wereldoorlog, met een soort van multiplier effect, jaren 60, 70, 80. De 21e eeuw is de eeuw van de instituties wat mij betreft. De aanval op de rechtsstaat, het schenden van de rechtsstaat, gaat vandaag de dag via een aanval op de instituties. De rechterlijke macht, die ter discussie stellen. Ik kan vele voorbeelden daarvan geven. Ik ben wat in Suriname geweest de laatste jaren. Maar we kijken natuurlijk naar Trump, die dat heel prominent doet. De meest scherpe criticus op de onafhankelijke rechterlijke macht, die zich de laatste maanden, jaren heeft getoond, is de staatssecretaris van Migratie en Asielzaken in België. Nou, dus ik zal de casus niet uit de doeken doen, maar die maakte het heel erg bond en daar was meneer Trump was daar een kleine jongen bij. Mijn punt is, die aanval op de rechtsstaat gaat via de instituties. Als we ergens aandacht aan moeten besteden, zijn het die instituties. Dat is niet alleen direct die onafhankelijke rechtelijke macht, dat is ook die vrije pers en dergelijke meer. En dan komt in het vizier waar u mee besloot, meneer Remkes, namelijk die verandering van de publieke ruimte door internet. We hebben nog geen flauw idee wat dat nu eigenlijk precies betekent. En we praten alsof dat niet is gebeurd. Nou, het is wel gebeurd. Het heeft een enorme impact. Ook daar moeten we veel aandacht aan besteden, denk ik. Nou, dat daarmee heb ik leg je meteen de kiem voor een volgende bijeenkomst op 5 mei 2018. Of alles wat daar omheen gaat gebeuren. Maurice Adams, ontzettend bedankt voor jouw inleiding en deze korte uitleiding. En geef een heel hartelijk applaus aan onze vier debattanten van vanavond. En dus Peter Romein. En Jos Wiene, dankjewel. Binnenkort in de balie staat hier nog het een en ander op het programma. Dat kunt u hier zien. Ik nodig iedereen uit om voor de nazit nog even wat te drinken. En ook onze panelleden misschien nog een vraag te stellen. Komende dagen denk ik veelvuldig nog op bijeenkomsten tegen te komen. En ik wens u nog een mooie avond. Tot ziens.